Goedenavond. Het is op mijn klok 7:30. En ik stel voor dat we beginnen. Allemaal van harte welkom. Bijzonder welkom de bezoekers vanuit Het Punt. We hebben vanavond het vervolg van de raadsdebatten die we gisteravond zijn begonnen. We hebben vanavond 3 onderwerpen op de agenda staan. Onderzoek ICS met betrekking tot exploitatie Het Punt Vroomshoop. Afwegingskader voor woningbouwinitiatief en ruimte voor kwaliteit. En kaderplan speelruimte. We beginnen met punt 5, onderzoek ICS met betrekking tot exploitatie Het Punt Vroomshoop. Daarvoor hebben zich 2 insprekers gemeld. En ze doen in duo. Ik begreep dat meneer Huiting begint en gaandeweg het gesprek meneer Visser het overneemt. Meneer Visser, meneer Huiting, ik weet niet of u de procedure weet, maar als u daar bij de microfoon plaats wil nemen. Er staan 5 minuten voor. Ja, succes. Okay. U houdt de tijd in de gaten, voorzitter, denk ik. Oké. Okay. Nou, dank voor de spreektijd en dat ik hier namens Het Punt het een en ander mag vertellen. Graag wil ik daar dan ook gebruik van maken en toelichting geven op de informatie die u allen heeft gekregen via de griffier. En het zal zich met name richten op de cijfers van 2017, die via een presentatie in uw bezit zijn gekomen. Overigens wil ik daar nog met klem bij vermelden, ik weet niet of er genotuleerd wordt, dat deze cijfers nog niet gecontroleerd zijn door een accountant. In de presentatie staat een tekort voor 2017 van €73.000, zoals u zich heeft gezien. En dat wordt beïnvloed door een aantal eenmalige zaken. Wat is dat dan? Nou, je hebt een operationeel gebeuren in Het Punt, dat kost je geld en dat brengt je geld op. Maar je hebt ook nog eens een aantal zaken die af en toe spelen en die je voor de voeten lopen. Nou, een aantal heb ik er ook in de presentatie over genoemd. Bijvoorbeeld de subsidie voor het cultuur is niet ontvangen van €10.000. Ga ik zo nog iets over vertellen. Vandaag heeft daar ook het nodige over in de Tubantia gestaan. Wellicht hebben jullie dat ook gelezen, dus daar zal ik nog een aanvulling op geven. Er zijn nog een advieskosten geboekt van €8.000 in 2017 voor de lekkages in het dak. En we hebben nog wat naheffing gekregen van de energiekosten, €11.000. Ook waren er nog wat structurele zaken, dus die terug en weer zullen komen, ook in de jaren na 2017. En dat zijn de hogere loonkosten die Het Punt maakt. En dat zijn €24.000 in 2017. Nou, waarom noem ik dat zo gedetailleerd? Deze 4 brokken zijn eigenlijk met elkaar al €53.000 en al €53.000 verklaring voor het tekort wat Het Punt heeft gemaakt. Zoals ik zei, zal ik terugkomen op cultuur. Het Punt is eigenlijk door vele Twenteranders omarmd en ook door aanliggende gemeenten. Ze worden gevonden voor sport, voor de bibliotheek, voor het krancafé, voor het biljart, vluchtelingenwerk, cultuur. Heel veel zaken spelen zich af in Het Punt en de parkeerplaats staat dan ook regelmatig vol. En dat doet ons ook allemaal goed dat het zo goed gaat. In totaal komen er ruim 300.000 mensen in 2017 in Het Punt. Waarvan dus ook een heel deel voor het theater komen. Overigens is dat een groeiend aantal. In het rapport wat u heeft gekregen van ICS staat 250.000. In 2017 hebben we maar liefst 300.000 mensen al mogen begroeten. Een groei van 10% ten opzichte van 2016. Om een voorbeeldje te geven, op zondag 14 januari waren er maar liefst 500 mensen in Het Punt, waarvan 350 mensen genoten van een Eurospet-wedstrijd en 150 mensen van een muziekgebeuren. Het theater waar dat zich afspeelde leeft dus. Nou, er komen steeds meer mensen naar het cultuur en theater, terwijl we qua kostenprognose daar eigenlijk nooit echt rekening mee hebben gehouden. Ik heb vandaag nog eens even weer in het ICS-rapport gekeken. Ik heb dat, het staat wel vermeld, het staat vermeld als ja, opgenomen in de kosten van Het Punt, maar heel erg specifiek wordt het niet genoemd. En als wij gaan rekenen, dan zien wij dus dat daar €23.000 in 2017 een tekort opgemaakt wordt. Dat bedrag kom ik zo nog even weer op terug. Even kijken of ik dat allemaal verteld heb wat ik had opgeschreven, dat klopt. Nou, mede door het mis van die €10.000 subsidie, kortom, komen een belangrijk deels cultuur tekort op onze exploitatie. Tekort, zoals genoemd, €23.000. Een groot bedrag op ons totale budget en als ik het vergelijk met omliggende gemeenten, ja, dan is de €23.000 denk ik voor cultuur een klein bedrag. Want omliggende gemeenten wordt aanzienlijk meer voor cultuur op tafel gelegd. Ik wil u dan ook vragen om in dit debat het cultuur ook echt mee te nemen en ook in uw besluitvorming. Daarnaast heb ik aangegeven om terug te komen op de hogere structurele personeelskosten, die ik net genoemd heb, ook ongeveer €24.000. Tijdens de ICS hebben wij gemeend om de personeelskosten te verlagen, om daar extra op te bezuinigen. Dus in de begrotingen, die u ook in het ICS-rapport ziet, ook voor de jaren 17, 18 en 19, hebben wij een extra kostenpost bespaard op personeel. Nu het jaar 2017 is afgesloten, zien wij eigenlijk dat dat niet kan. Het is eigenlijk te ver gesneden in de personeelslasten. En daardoor komen we dus ook hoger uit in onze lasten van 2017. Redenen zijn, zoals ik al noemde, het stijgend aantal bezoekers. Gaat het rapport ICS nog uit van 250.000 bezoekers in 2015, dan zien we er nu eigenlijk al 300.000. Maar ook het aantal activiteiten stijgt. Dat heeft natuurlijk een relatie, want mensen komen niet zomaar naar het punt. Ik hou de tijd in de gaten, voorzitter, ik zal opschieten. Het aantal activiteiten stijgt, zoals ook het nieuwjaarsprogramma waar we hebben gehad, midden in de nacht, waarin 600 jeugdigen in het punt daarin ontzettend veel plezier maken en elkaar het nieuwjaar wensen. Het carnaval, het Oranjefeest, waarin we Koninginnedag, zeg maar, de rommelmarkt hebben gehad. Steeds meer mensen komen naar het punt. Laatst te noemen Eurospet, wat uiteraard ook geld oplevert. In de begroting van 2017 hadden we daar €9.000 aan baten voor opgenomen. Nou, dit brengt uiteraard allemaal geld met zich mee, maar ook kosten. Meer bezoekers betekent ook meer openingsuren. Ook de zondagen zijn we al regelmatig open in verband met de wedstrijden van Eurospet en ook muziekevenementen die ik net noemde. Nou, dat kun je niet zomaar laten gebeuren. Daar is personeel voor nodig om dat goed te beheren. We hebben de vloeroppervlakte nog eens nagemeten en als je dat er tegenaf zet, ik dacht dat Gerrit net zei 6.000 vierkante meter. Met 5.000 uren open beheren we nu met 4 mensen. Nou, als je dat een beetje afzet tegen benchmark, dan zou je daar toch echt 6 mensen moeten hebben zitten. Wij lossen dat op met het arbeidsparticipatiepunt, dus mensen die ons helpen en veel vrijwilligers. Meneer Ruijden, zou u af willen ronden? Ja, ik ga afronden. Al met al, we hebben echt dat personeel nodig. Resumerend zeg ik, het zou heel goed zijn om het budget nog wat hoger op te trekken, om cultuur beter te kunnen opvangen en te funden. En ook de personeelslast op te kunnen vangen. En ik kom dan ongeveer op €50.000. Alleen maar problemen hoor ik u denken. Een oplossing zou kunnen zijn om aan de renteknop nog eens te draaien. We betalen op dit moment 3,2% rente. Voor €4,4 miljoen is dat toch elk jaar terugkomende post van de €40.000. Met de lage rentestanden zou halvering ons enorm helpen. Dus ik wil u ook vragen om dat mee te nemen in uw debat. Wellicht kunnen met nieuwe investeringsprogramma's nog eens naar deze financiering gekeken worden. Punt. Dank u wel, meneer Uiting. Nou, ik ben redelijk courant geweest volgens mij. Ik ga er wel vanuit dat u 2 insprekers hebt, want anders dan zou meneer Visser niet meer aan het woord komen. Maar ik geef wel advies, de volgende keer geeft u gewoon, als u 2 sprekers opgeeft, is het makkelijker. Dat gaan we zeker doen. Als u bijdrage aan de Griffie zou willen doen, dan nemen we dat mee in het verslag. Ik zal mijn stuk aan de Griffie mede. Ik stel voor dat we nu even aan de raad gelegenheid geven om meneer Huiting de vraag te stellen. En dan doen we in de tweede ronde van meneer Visser. Want anders wordt het waarschijnlijk allemaal iets te... Ik kijk even rond. Meneer Dekker, meneer Kerkdijk, meneer Paters. Ik begin bij meneer Paters. Aan u het woord, meneer Paters. Dank u wel, voorzitter. Meneer Huiting, dank u wel voor uw heldere bijdrage. Mijn vraag spitst zich toe op de €10.000 cultuur. In uw berekeningen bent u ervan uitgegaan dat die subsidie toegekend zou worden. Op basis waarvan bent u ervan uitgegaan dat dat in orde zou komen? Antwoord op uw vraag is dat we in 2016 ook de €10.000 hebben ontvangen. En die lijn hebben we in de begroting doorgetrokken voor in 2016 eigenlijk al voor 2017. Een aanvullende vraag, meneer Paters. Ja, aanvullend. Waren er signalen die u bereikten op basis waarvan u het redelijk achtte om die €10.000 nog een keer op te nemen? He, dat u niet er voetstoot van uitging dat het zo door zou lopen. Dat is even waar ik naartoe wil. Over signalen, waar ik kijk ook even naar Gerrit Visser. Hij mag me helpen. Tenminste, van mij wel, maar als dat van de voorzitter ook mag. Voorzitter, we hebben gezegd... Laten we het netjes afnemen, dan neem u dat straks in uw verhaal even mee, want anders wordt het iets te gaan worden. Dat is ook goed. Prima. Daar komt meneer Visser er zo nog even op terug. Okay. Meneer Dekker. Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. De eerste vraag is, hoe verklaart u dat wij op 13 november, ja, dat de gemeente op 13 november een rapport kreeg van het ICS met een begroting met een verwacht positief resultaat van €73.000, 13 november, en dat we nu geconfronteerd worden met een verlies van €73.000 in die korte tijd. Ja, u geeft aan de personeelskosten zijn hoger, maar als je die personeelskosten vergelijkt, dan is dat €25.000 omtrent ten opzichte van een eerder begrote €125.000. Dus mijn eerste vraag is van hoe is het mogelijk dat er op zo'n korte termijn zo'n grote afwijking van de begroting is? De tweede vraag is, die 300.000 bezoekersaantal die u noemt, hoeveel waren daarvan bezoekers van de sporthal? Dat zijn mijn vragen. Om de laatste vraag te beantwoorden, ik heb niet gespecificeerd hoeveel bezoekers er voor de sporthal zijn. Ik weet ook niet of we dat zo bij de hand hebben. Dus heb ik nu niet bij de hand. Ik hoef het niet op 10 of 20 nauwkeurig te weten. Nou, ik hoor 50% achter mij souffleren, dus dan zou het ongeveer 150.000 bezoekers zijn. 150, dus 50%. En de eerste vraag is van hoe kan het dat ik in het rapport ICS een begroting van 73.000 zie aan winst, neem ik aan dat u bedoelt, en dat ik het tegenovergestelde zie als verlies. Ik herken de €73.000 winst niet. De begroting die wij hadden voor 2017 is €28.000 positief. Voor zowel het punt als de horeca samen. Dus wellicht dat daar een verschil zit. Dus wij koersen alle op €28.000 winst. Wat totaal nu op €73.000 verlies is uitgekomen. Nou, dat kan ik met een aantal dingen verklaren. Eén, ja, eigenlijk moet ik dan weer resumeren waar ik net mee ben begonnen. Eigenlijk de hogere kosten voor het personeel. En een aantal eenmalige effecten die we eigenlijk in de begroting niet hadden opgenomen. Zoals de advieskosten voor het dak, naheffing van de energie, maar ook de hogere kosten in cultuur. Meneer Dekker, een aanvullende vraag. Ja. Wat u zei ten aanzien van die bedragen, ik meen ook dezelfde bedragen genoemd te hebben. Een begrote winst van 28.000 en een verlies van 72.000, dat is bij mij weer een verschil van 100.000. U hebt al een gedeeltelijke verklaring gegeven waardoor het achteraf gezien ontstaan is. Maar mijn vraag was met name de korte tijdspannen tussen 13 november, wanneer je op 13 november nog van uitgaat dat er een winst van €28.000 zal gaan ontstaan. En, laten we zeggen, 2 maanden later bleek dat verlies €100.000 groter te zijn. Hoe kunt u dat verklaren? Nou kijk, u heeft de begroting van 28.500 dan, begrijp ik, op 13 november ontvangen. De begroting voor 2017 is al in het begin van 2017 gemaakt. Dus daar zit wel een behoorlijk tijdverschil in tussen wat er nu werkelijk is geworden en het tijdstip dat u de begroting heeft gekregen. Dus onze begroting is al veel eerder in het jaar gemaakt van 2017. Meneer Kerkrijk. Dank u wel, voorzitter. Nou, ook allereerst dank voor de toelichting van u, meneer Harting. Ik heb een tweetal vragen. De eerste is, in het ICS-rapport wordt melding gemaakt van het ontbreken in het exploitatiemodel, wat in 2014-2015 is vastgesteld, voor de bedrijfskantoren en algemene kosten. En dat bedraagt inmiddels nu zo'n bedrag van €50.000. Is er in de afgelopen tijd ooit met de gemeente gesproken over het fenomeen dat die kosten die er wel zijn, dat die kosten niet in het exploitatiemodel zaten? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag is, in het ICS-rapport wordt uitgegaan van een ingeschatte horeca-omzetgroei van 33%. Dat is gebaseerd op het eerste kwartaal 2017. En dan roept dat meteen de vraag op, hoe zien de huidige getallen er over het gehele jaar uit? Omdat dit toch wel een hele hap in de totale exploitatie is. Tot zover, voorzitter. Nou, de eerste vraag die wil ik straks even bij Gerrit parkeren. Ik heb dat antwoord niet zo voor paraat. Tweede vraag heb ik wel het antwoord voor paraat. De omzet voor 2017 in de horeca is €220.000 geworden. Het getal had ik nog niet genoemd. €10.000 lager dan de begroting, want daar hebben we een begroting van €230.000 voor neergelegd. En daar zijn we ontzettend tevreden en blij mee dat we zover zijn gekomen qua omzet. Ik hoop dat dat antwoord op uw vraag is. Daar zullen we het mee moeten doen. Dank u wel, meneer Huiting. Dan geef ik het woord aan meneer Visser. Dank u wel, voorzitter. We hebben net al heel even aan de ronde tafel wat toelichting gegeven. We hadden een dubbeling ten aanzien van inspreken, maar ik heb de eer aan Jan gegeven die dat perfect gedaan heeft. Dus ook om het efficiënt te houden. Ik kan jullie heel veel vertellen, maar ik denk dat ik het beter op basis kan doen van de vraagstelling. Dus ik sluit me aan wat Jan net verteld heeft. Zijn er vragen? Waar mogelijk zal ik een antwoord op geven. Nou prima, er zijn in ieder geval de twee vragen overgebleven. Ik stel voor dat de heer Paters die vragen in ieder geval ook dan even aan u herhaalt en meneer Kerkdijk ook. Dan begin ik daar even mee. En als u aanvullende vragen hebt met Paters, maakt gelijk gebruik van de gelegenheid. Dank u wel. Inderdaad, de vraag over de €10.000 subsidie cultuur. Die is voor 2017 opnieuw opgenomen. En of er signalen waren op basis waarvan u dat opgenomen heeft. Of was er bij u de verwachting dat die €10.000 sowieso opnieuw zou komen. En ik ben, want ik had hem geadresseerd in het rapport, ook benieuwd naar het antwoord op de vraag die de heer Kerkdijk stelde. Ja, we hadden goede redenen om die €10.000 door te trekken. In de eerste plaats, wij als Raad van Toezicht zitten er niet iedere dag bovenop. Dus we hebben een aantal informatiebronnen, een van de directeur-bestuurder. We hebben bij die aanloop van die eerste 10.000 zijn er een aantal gesprekken geweest. En toen is er, en vergeef me exacte details, maar is er ook een of andere motie aangenomen dat om het cultuur te stimuleren, moest er een inspanningsverplichting om cultuur binnen Twenterand breed, en daar praat ik over CCK2, om dat wat meer te clusteren. Daar hebben we in onze periodieke gesprekken met Jan Binnemas en Herman Zwering ook over gesproken, wat voor mogelijkheden er waren en hoe we daarin gevaren zijn. Dus dat was het eerste dat die €10.000 gecontinueerd zou worden. En in het proces van ICS, waarin we dus de aantal jaren de €10.000 hebben opgenomen, hebben we nooit geen signaal gekregen van, die moet je schrappen. Anders had ICS, dat neem ik aan, wel gedaan, maar die wordt gevoed van de zijde van ons, maar ook vanaf de zijde van dit huis. Is daar de vraag voldoende mee beantwoord? En meneer Kerkrijk? Dank u, voorzitter. Ja, ik had eigenlijk geen directe vraag, want ik had er een doorgeschreven, maar ik wil hem toch stellen. Het rapport maakt melding dat de personeelskosten te hoog zijn in verhouding tot de gerealiseerde omzetten. Terwijl het bestuur op allerlei punten niet nalaat aan te geven, en zo even heeft de heer Huiting dat ook gedaan, dat het normale werk amper te doen is. Wat voor maatregelen hebt u daarop genomen? Maar ook richting contacten naar de gemeente. We hebben in eerste instantie, omdat we hadden, laten we zeggen, op dat punt een behoorlijk meningsverschil, laten we zeggen met ICS de gemeente, met onze logische manier van denken. Jan heeft het al zo'n beetje gezegd, 5.000 euro open, alleen beheersmatig ben je 10.000 euro nodig. Een simpele ziel, als wij hier allen effectief 1.600 uur, ga je 10.000 delen op die 1.600 of 1.600 op die 10.000, dan kom je op 6 FTE's. Nou, we hebben de 4 beheersmatig, de rest wordt opgevuld. Maar om op een serieuze manier de boel taakstellend te zetten, hebben we in het voorjaar gezegd, nou, dan zetten we voor de directeur-bestuurder taakstellend 28.500 moeten bezuinigd worden. Zie maar hoe je het doet. Nou, natuurlijk volg je daar. En hebben we moeten concluderen, als wij de druk verder opgevoerd hadden, dan waren er in ieder geval 2 die nu heel dienstbaar zijn aan het punt, we kennen ze allemaal, die waren finaal afgeknapt. En dat vonden we het niet waard. Het is niet realistisch. En als er mensen zijn die dat, laten we zeggen, die ons ermee helpen kunnen, als een cultuurhuis 10.000 uur open is, en je kan dan toch wel met, in plaats van 4, met 2 FTE's dat bestieren, ik hang aan haar of zijn lippen, want daar kan ik daar wat van leren. kunnen wij iets van leren. Dus het was een niet realistische aanname, maar soms moet je ook als Raad van Toezicht zeggen van, we gaan ervoor, we zien wel hoe we uitkomen. Ja? Zijn er verder nog vragen? Meneer Laman, nu het woord. Ja, dank u voorzitter. De heer Uitink had er net al over van ja, eventueel de rentekosten weer wat lager maken. In het besluit wat nu voor ons ligt, dan gaat eigenlijk het groot onderhoud gaat naar de gemeente toe. En vanaf 2021 wordt dan €50.000 in mindering gebracht op het budget van €201.000. Als dat gebeurt, als we dat besluit nemen, ziet u dan kans om een positief resultaat te halen voor het punt? Is dat de uitwerking, is dat de afspraak waar je denkt van nou dat... Want ik proefde bij de heer Uiting een ander verhaal namelijk, dus ik wil nu eigenlijk wel weten of dat nu... Is het voldoende of is het nu niet voldoende? Hoe kijkt u daar tegenaan? Heel realistisch. Toen wij in het proces zaten van ICS, op een gegeven moment... Ook gesteund door, laten we zeggen, stellingname van de directeur-bestuurder, leek het realistisch zoals het rapport opgesteld is. Nu we het jaar gehad hebben en hebben we alles werkelijk binnen onze capaciteiten de zaak realistisch bekeken. En dan moeten we constateren dat wij structureel, laten we zeggen, als u, want dat is uw vraag... Als dit besluitvorming wordt conform het ICS-rapport, dan zullen wij de komende jaren, als er geen echte veranderingen komen aan de inkomensstroom, zullen wij tekort komen. Dan hebben wij aan die groot onderhoud alleen hebben wij niet genoeg. Omdat die 28.500, die komt nu dus boven water, dat structureel wel nodig is. Terwijl we die taakstellen hebben gesteld... lopen het ICS-rapport. Dus die 28.500 is in ieder geval een tekort. Dat is helder. Dank u wel. Als er verder geen vragen zijn, dan stel ik voor dat wij met de beraadslaging beginnen. Ik wil op voorhand even meneer Walraven afmelden. Die heeft zich gisteravond ook afgemeld. We doen het normaal niet met de raadsdebatten, maar hij stelt het toch zeer op prijs. Een van de eerste keren dat hij dat niet doet, dus ik heb bij deze, ik denk dat hij kijkt, meneer Walraven. Ik begin, we hebben 5 minuten spreektijd. Ik heb met insprekers redelijk coulant geweest. Het is een onderwerp wat heel indringend en over heel veel details gaat. Ik wil toch de vergadering oproepen om in ieder geval niet te veel in detail te gaan treden. Want dan komen we denk ik, verzanden we in een discussie die we niet willen. Mocht dat nodig zijn, dan kunnen we alsnog de technische vragen naderhand stellen en bij het punt neerleggen. Ik wil beginnen met meneer Laman. Aan u het woord, meneer Laman. Goed, dank u voorzitter. Meestal ben ik als laatste, maar ik mag nu als eerste. Prima. Ja, voorzitter, ik vraag me eigenlijk af of de randvoorwaarden en de financiële onderbouwing om het punt te bouwen en exploiteren eigenlijk vooraf wel realistisch waren. Het heeft lang geduurd voordat de kogel eindelijk door de kerk was om tot realisatie van het punt te komen. Mede oorzaak was misschien wel de financiële moeilijkheden van het cultuurhuis De Klampen, die op dat moment speelden. Maar we hebben nu eigenlijk niks geleerd van die financiële problemen van het cultuurhuis De Klampen. Want de problemen die toen speelden, dat was met name de horeca, dat speelt nu weer bij het punt. En daarnaast hebben we nog een theater. Bij een startbegroting van het punt is de huuropbrengst van de horeca gewaardeerd op €60.000 per jaar. En we mogen nu blij zijn dat er kiet gespeeld wordt. Bij het theater zijn de exploitatiekosten veel hoger dan geraamd in de stadsbegroting. Het theater moet op basis van een kwalitatief programma op termijn plaats verwerven binnen het aanbod wat in de regio aanwezig is. Maar er was vooraf ook bekend dat er meer theaters in de regio aanwezig waren. Om een goed kwalitatief programma te kunnen bieden, kon het theater wel eens te klein zijn. De kosten per avond zijn nog snel hoger dan de entree-opbrengsten. En dan moet je wellicht meer stoelcapaciteit hebben. Een voorstelling voor 1 keer 500 bezoekers levert nou eenmaal meer op dan 2 voorstellingen voor 250 bezoekers. Wethouder, hoe kijkt u nu tegen deze cijfers aan? Als we de startbegroting en de werkelijke cijfers, zoals het nu in de realiteit is, waar is het nu fout gegaan? Heeft u de cijfers vooraf wel voldoende realistisch gepresenteerd aan de raad. Of ligt het aan de stichting die de bouw en de exploitatie opnam? Zijn daar fouten gemaakt? Wilt u daar eens iets over zeggen, wethouder, hoe u daar tegenaan kijkt? De gemeente gaat een groot onderhoud uitvoeren en brengt vanaf 2021 50.000 euro per jaar in mindering op de aanvulling van het exploitatietekort. Is die 50.000 euro vanaf 2021 wel voldoende voor het groot onderhoud? Of moeten we nu ook nog extra gaan reserveren voor het groot onderhoud? Dus moeten we nog een extra reservepotje aanmaken? Dit was het eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, meneer Lamer. Netjes binnen de tijd. Dan geef ik het woord aan de D66-fractie. De heer Van der Kozijnen. U denkt, hij staat op, dus hij zal het woord wel nemen. Nee, ik heb het gekregen van de voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, collega raadsleden, luisteraars, Chris thuis. De parkeerplaats staat regelmatig vol, hoor ik meneer Huizing zeggen. Ik ben daar blij mee dat de parkeerplaats regelmatig vol staat. En we kunnen ook weer naar boven kijken in de economie. We gaan met z'n allen wat vaker naar het theater. U hoorde meneer Laman zeggen, ja, 250 man kan erin. Ja, we hadden een keer met de voorstelling van de Kraaien volgens mij, dat ze uitweken naar Hardenberg, omdat ze daar de capaciteit van 500 in één keer konden pakken, om het wat te noemen. Dan sla je de plank even mis. Ja, dat klopt. Hadden we dat kunnen weten? Ik denk het wel. We hadden het kunnen weten. Maar op dat moment, toen dit gebouw er kwam te staan, was het te groot voor Vroomshoop? Was het te klein voor Vroomshoop? Ik hoorde mensen zeggen toen destijds, een hele grote man uit Vroomshoop, een van de sterkste, bekendste van Nederland, die zei toen destijds van, is het niet een beetje te groot voor ons? Nou, ik denk eigenlijk van, ja, misschien wel, maar misschien ook niet. Want waarom Vroomshoop? Vroomshoop is het hart van Twenterand in mijn beleving. We hebben Den Ham, we hebben Westra, Frieseveense wijk en we hebben Frieseveen die daaronder bungelt. En dan heb je het hart van Twenterand. Ja, dat wordt even verkeerd geïnterpreteerd, maar zo noem ik het even nu op dit moment geografisch gezien. En dan heb je toch een theater in het hart van Twenterand. En ik denk dat we daar best wel trots op mogen zijn. En, ja, en dan kun je gaan rekenen aan maatschappelijk vastgoed. En heel veel gemeenten hebben zich daar echt kapot aan gerekend aan maatschappelijk vastgoed. En dan moet je je ook afvragen aan de andere kant van, wat is het ons waard? En dan staan we hier nu en dan moeten we nog een keer weer, nou, nog een driewerf volgens mij, een tijd terug, door de rentekorting te geven of de rente uit te stellen, de hypotheek uit te stellen, hebben we een keer gedaan. En nu gaan we 50.000 euro groot onderhoud overnemen. Dus we stappen een stuk richting de exploitatie als gemeente zijn. We doen eigenlijk een ingreep, laten we dat zo even noemen. Is het dat ons waard? Ja, ik denk, als ik voor D66 Twenterand spreek, dat het ons waard is. En waarom? Omdat cultuur belangrijk is. Ik denk dat het punt in Vroomshoop een verbindende factor is. Dat staat ook in het ICS-rapport. Het leerwerkpunt bijvoorbeeld. Credits daarvoor. Dan kan ik eigenlijk concluderen, het is ons waard. Alleen, dan hoor ik dus nu op dit moment van, ja, die 50.000 euro alleen, die gaat ons niet helpen. En die 10.000 euro subsidie wat we tekort hadden, ja, oké. Sec, 10.000 euro op een grote begroting, dan kun je zeggen van ja, moi, moi. Maar je moet een toekomstbestendige begroting hebben en met name een duurzame multifunctionele accommodatie in Vroomshoop. En dan zeg ik eigenlijk nu weer fout, in Twenterand. En dan ben ik eigenlijk van mening dat we toch nog maar eens een keer weer opnieuw moeten gaan kijken in de toekomst hoe we cultuur gaan financieren in Twenterand bijvoorbeeld. Ik ben daar voorstander van. Hoe we dat moeten gaan invullen, daar moeten we waarschijnlijk na de verkiezingen maar een keer over gaan hebben met elkaar. En misschien mogen we dan weer meedoen, dat weet ik niet. Ik ga hier geen pleidooi voor houden. Maar dan geef ik de volgende raad een opdracht mee. Of, laat het zo maar noemen eigenlijk. En of jullie hem gaan uitvoeren, dat is dan een tweede. Van kijk eens even weer opnieuw naar cultuur in Twenterand, want cultuur verbindt. Dat zijn we vooral eens met elkaar, hoop ik. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Kozijnen. Dan geef ik het woord aan de SGP-fractie. De heer Dekker. Dank u wel, voorzitter. Wanneer we kennis nemen van de eindrapportage van ICS en hierbij ook de resultaten van 2017 in oogschouw nemen, dringt zich het volgende beeld op voor de jaren 2017 tot en met 2020. Er wordt gerekend met een subsidie die niet is verleend. Dat is al aan de orde geweest. Dat zal over 4 jaar een invloed zijn van €40.000. De personeelskosten in 2017 zijn aanzienlijk hoger dan begroot. En er is net door de insprekers al aangegeven dat die kosten eigenlijk niet naar beneden kunnen. Dat betekent €80.000 meer dan waar in de rapportage van ICS van is uitgegaan. We hebben ook gezien dat de sponsorgelden en de gelden vanuit fondsenwerving in 2017 belangrijk lager zijn dan de begroting. Wanneer we dat voorzichtig extrapoleren, komen we daar aan een extra tekort van €75.000. En wij praten vanavond over het al dan niet verlenen van de reservering voor groot onderhoud voor de komende 4 jaar. En dat zou €200.000 betekenen. Als we dat optellen, dan komen we aan een verschil van €395.000. En dat zou betekenen dat het begrote resultaat wat ICS ons op 13 november aan de college heeft gerapporteerd en wat wij onlangs hebben gekregen, dat het begrote resultaat van positief €166.000 dan zou omslaan in een negatief resultaat van €229.000. Onze vraag is, en we beperken ons tot, alleen tot de financiële gegevens en de financiële aspecten, is de portefeuille met ons van mening dat de situatie veel ernstiger is dan het beeld wat in het raadsvoorstel wordt gevormd. En zo ja, is de portefeuille met ons van mening dat ingrijpende andere maatregelen nodig zijn. In het verlengde daarvan de vraag, hoe is nu de situatie met betrekking tot de gesprekken tussen het punt en de op te starten brede school? En wat is de mening van de portefeuillehouder met betrekking tot het advies van ICS, met betrekking tot de dekking van de personeelskosten om na te gaan, ook de activiteiten? Meneer Dekker, er is een interruptie van meneer Paters van de GPT-fractie. Dank u wel, voorzitter. Meneer Dekker, u vliegt hem puur financieel aan. Wij zullen dat zometeen anders doen, daar kom ik zo op. U heeft het over, u stelt de portefeuillehouder de vraag of zij, wethouder Biddemans is afwezig, ik neem aan dat wethouder Van Abema waarneemt, of zij het met u eens is dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Dat klinkt dreigend en ik ga ervan uit dat op het moment dat u dat zo noemt, dat u daarover nagedacht heeft. Wat dan volgens u die ingrijpende maatregelen zouden kunnen of moeten zijn? Meneer Dekker. Allereerst, het is niet dreigend bedoeld, maar het is wel zo bedoeld om de ernst van de situatie aan te geven. Ja, en wat die maatregelen moeten zijn, dat kan ik op dit moment niet aangeven. ICS geeft wel een aantal handreikingen. Er wordt bijvoorbeeld, ik zal er straks op komen, ik kan het nu al noemen, dat de directe kosten van de theatervoorstelling, dus afgezien van gebouwen enzovoort, dat die lager zijn dan de opbrengsten. Dus ook op directe kosten zijn de theatervoorstellingen verliesgevend. Er wordt ook op een gegeven moment aangegeven door ICS van dat per activiteit nadrukkelijk nagegaan moet worden hoe het zit met de opbrengsten ten opzichte van de personeelskosten. Dat zijn een paar zaken en eerder is ook al aan de orde geweest. Wat zijn de mogelijkheden van samenwerking tussen het punt en de nog op de start en brede school? Ja, dat zijn een aantal dingen uit het rapport van ICS. Ik heb zelf uiteraard ook wel wat ideeën, maar ik denk dat het prematuur is om nu om mijn persoonlijke ideeën die ik niet heb kunnen toetsen aan cijfers, om daar nu over te gaan speculeren. Maar ik heb het woord indringend gebruikt, nogmaals niet om te dreigen, maar om de ernst van de situatie aan te geven. Omdat ik bang ben dat we anders te maken krijgen met het tekenen van een ongedekte cheque voor de toekomst. Meneer Paters, u hebt nog een aanvullende vraag. Ja, dank u wel voor uw beantwoording. U citeert een aantal dingen uit het ICS-rapport en dat klopt. Maar ICS constateert ook dat een aantal aannames van in het begin niet correct geweest zijn. Hoe kijkt u dan daar tegenaan? Want als je iemand op pad stuurt om een auto te kopen van €20.000 en je geeft hem €15.000 mee en vervolgens zeg je van ja, maar dat is niet de goede auto, dan gaat er aan het begin iets mis. Hoe duidt u dat dan? Meneer Dekker? Nou, ik ben inderdaad volkomen met u eens dat er in het begin al het een en ander mis is gegaan. En als u mij vraagt of ik daar onbeperkt vertrouwen heb, zodat dat al mogelijk zou zijn in ICS, dan kan ik dat niet meteen positief beantwoorden. Ja, dus het is niet zo dat ik zeg van dezelfde mensen die fouten hebben gemaakt, die moeten nu maar met oplossingen komen. Wellicht moeten dat andere mensen zijn. Gaat u verder, meneer Dekker, met uw betoog. Dank u wel. Wanneer we kennis nemen van de jaarrekening 2016, zien wij dat de accountant twee redenen heeft gegeven om geen goedkeurende verklaring af te geven. Dit betreft de vrijval van de voorziening groot onderhoud tot een bedrag van €54.590. Daar praten we vanavond over, of ongeveer dat bedrag. Maar ook de waardering van een debiteur van €125.970. Is het juist dat dit tweede punt eveneens een beletsel vormt voor het afgeven van een goedkeurende verklaring? En mijn tweede vraag daarover is, zijn er, omdat dat ook hier en daar naar voren komt, door de gemeente garanties afgegeven voor bepaalde debiteuren? Het derde punt, er wordt gevraagd kennis te nemen van en daarmee ook akkoord te gaan om met ingang 2021 die €50.000 in minder te brengen op de jaarlijkse subsidie. Wij zijn het daar niet mee eens. We hebben in 2015 al aangegeven dat dit wat ons betreft de grens was. Dat is punt 1. Het andere punt is, we hebben gesproken over maatregelen die indringend nodig zijn. Maar het zou ook betekenen dat, die vraag is door de heer Laarman ook al gesteld, hoe zit het met de benodigde reservering voor het groot onderhoud, dat de gemeente in dat geval, met ingang van het jaar 2018, als die reservering onvoldoende is, nog in 2018 een aanvullende reservering zou moeten doen. Ook daarover zou ik graag de mening van de portefeuillehouder willen weten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Dekker. Dan ga ik door naar de volgende fractie, de ChristenUnie-fractie. Meneer Smelt. Voorzitter, leden van de Raad, mensen van de publieke tribune. Voor de ChristenUnie-fractie blijkt na ontvangst van de brief van de Raad van Toezicht en de jaarrekening heel nadrukkelijk dat het punt het financieel moeilijk heeft. En waaruit wij concluderen dat als er geen maatregelen getroffen worden, dat voorlopig ook wel zo zou kunnen blijven. Zonder de extra middelen van de gemeente is het punt nu niet gezond exploitabel. De inkomensstroom, u heeft het net gezegd, moet beter en ook breder. We kijken in deze bijdrage naar de toekomst. Met het college hebben wij destijds gedebatteerd over passende oplossingen. En die heeft het college nog niet doorvertaald. Eén daarvan was dat mijn fractie akkoord zou kunnen gaan met een toenmalige exploitatiebijdrage, welke in een periode van een aantal projectjaren uitmondde in een exploitatie die verhoogd is naar de circa 2 ton zoals die nu in de cijfers staat. Echter, wij verbonden daar als toenmalige coalitiepartij in de vorige coalitie al aan dat wij daar een voorwaarde verbonden dat het college met de bouw van de brede school zou zorgen voor een verdeling van de exploitatiekosten van het theaterdeel tussen de school enerzijds en het punt. Liever nog wilden wij dat het college de brede school zou bouwen tezamen met de bouw van het punt om zodoende synergievoordelen en aanbestedingsvoordelen te behalen. En het theater dan te delen met de brede school en de kosten te herverdelen voor louter dit onderdeel. De wethouder vond dit een fantastisch idee. Meerdere keren heb ik daar met hem over gesproken. En inderdaad heeft hij dit bevestigd. Daaropvolgend heeft u als college toentertijd een toezegging gedaan en dat te willen effectueren in de komende jaren. Eveneens bevroegen wij destijds de insprekers van de werkgroep en ze waren zeer enthousiast, deze mensen, en ze bezworen de raad dat zij zich met man en macht zouden inzetten om de exploitatie te verlagen en inverdienmodellen te ontwikkelen. Wij zien het volgende. Er gaat veel goed. In het afgelopen jaar is zelfs topsport Eurospet gecontracteerd. Hopelijk voor u, voor heel veel jaar. Een groot deel van de huurders zijn subsidiale instellingen van de gemeente. De ambitie was om meer commerciële partijen te contracteren. Uit de cijfers blijkt dat het horecadeel niet kostendekkend is. Naast omzet is ook resultaat nodig. En daar zit macro gezien een behoorlijke uitdaging. Wij achten het onwenselijk om de aanvullende subsidie te blijven verstrekken waarmee we ook blijven meebetalen voor het ontbreken van resultaat in het horecadeel. Eveneens meldt het rapport een tekort op het exploitabele deel van het theater. Als het college nu de herverdeling van de kosten tezamen met de brede school van Vroomshoop gaat maken, is het mogelijk hiervoor het punt een verbeterde dekking te verkrijgen. Een oplossing kan ons inziens dus enerzijds zijn dit onderdeel van de exploitatie op te lossen door het horecadeel te privatiseren. Dat zou kunnen. Een ander deel zou kunnen zijn de constructie zoals reeds nu bij het horecadeel van de Stamper is ingericht, door een groot deel door verenigingen vrijwilligers te laten invullen. Het voorstel van het college aangaande de €50.000 extra vanaf 2021 zou wat ons betreft best ter discussie gesteld mogen worden, mits u zelf, aangaande de toezegging die u uw raad deed en in het bijzonder aan ons, gehoor zou kunnen geven aan creatieve, beter passende oplossing waarmee we het punt als totale exploitatie ook zullen helpen. Dat zou fair zijn, vinden wij, ten aanzien van de toezeggingen die reeds gedaan zijn. De toezeggingen die ons als raad gedaan zijn, zijn nog niet volledig ingewilligd. Dat betekent naar ons oordeel dat we technisch en creatief dus het mes zouden moeten zetten in de exploitatiebijdrage van de gemeente. En toe zijn aan een mogelijke verschuiving van middelen vanuit het college naar het punt. Voorzitter, tot zover. Dank u wel, meneer Smelt. Dan ga ik door naar de volgende fractie, naar de CDA-fractie, de heer Kerkdijk. Dank u wel, voorzitter. Allereerst zou ik graag namens mijn fractie de waardering uit willen spreken voor het vele werk wat de Raad van Toezicht, de vrijwilligers en het personeel van het punt hebben geleverd in de afgelopen 3 jaar. En met name de Raad van Toezicht doet dit eigenlijk in een rol die zij voor de gemeente uitvoert. Soms denken ze wel eens, ja, is het voor of is het tegen de gemeente? Nou, in dit geval is het heel duidelijk voor de gemeente. Nogmaals, complimenten. Ook complimenten voor het inzichtelijke rapport van ICS. Het is een goede analyse met uiteindelijk positieve conclusies, maar ook met een vinger op, op een aantal zere pijnlijke punten en daarvoor enkele opmerkingen. Het rapport geeft duidelijk inzicht in de financiële huishouding en ook een oproep in dit geval aan de Raad van Toezicht om wanneer ze een terugkoppeling bieden. We hebben er eentje gehad in de vorm van die PowerPoint-presentatie die we toegezonden kregen, om dezelfde opzet en structuur ook in de rapportages dan mee te nemen. Dan blijft het vergelijkbaar. Een opmerking ten aanzien van de bedrijfskantoor en algemene kosten. Ik duidde daar ook al op in de vraagstelling richting de heer Harting. Deze kosten zijn niet in het exploitatiemodel opgenomen bij de stad en dat scheelt zo'n €50.000 per jaar. En nu niet de vraag hoe het punt daarmee omgaat, maar vooral hoe de gemeente daarmee omgaat. Dus de conclusie die getrokken is, wat doet u daaraan? Dan het theater. Het theater is verliesgevend. Overigens moet ik het eerste theater nog tegenkomen waar überhaupt resultaat behaald wordt. Dus ja, dat hoort nu een keer bij zo'n culturele instelling. En daarbij de vraag of wij als raad accepteren dat dit een feit is en dat dit als zodanig zeer moeilijk te beïnvloeden is. En hoe je daar dan mee omgaat is punt 2, maar een theater kost geld. En ik moet op voorhand zeggen dat wij als CDA-fractie ons daarvan bewust zijn en graag die discussie met u aan zouden willen gaan, hoe ver dit mag gaan. De bijdrage van de gemeente Twenterand voor de Stichting Theater Twenterand. Deze raad heeft bij motie van 3 november 2015 gevraagd subsidies die op dat moment ook naar CCK2, de theaterraad of de programmaraad van CCK2 gingen, om die subsidies samen te voegen en te komen tot een programmaraad voor geheel Twenterand. En de vraag daarbij is wat u met deze motie gedaan hebt. De motie vroeg in de kadernota 2017 daarop terug te komen, maar in die kadernota, ik heb daar nog eens even naar gekeken, heb ik niets kunnen vinden. En dat roept wel de vraag op wat ook de reden is om het destijds uitgesproken positieve, de positieve benadering voor de Stichting Theater Twenterand, om die nu om te buigen in een negatieve beoordeling van de subsidieaanvraag. En als laatste punt voor wat betreft het rapport. In hoofdstuk 4 van het rapport worden een aantal aanbevelingen genoemd. Wij zijn heel benieuwd hoe het college met die aanbevelingen omgaat richting het punt en wat daar op dit moment al de resultaten van zijn. Dan bestuurlijk. We hebben lang moeten wachten op de jaarrekening 2016, soms met een wat gefrustreerd gevoel. Maar eigenlijk gaan wij ervan uit dat de jaarrekening over 2017 tijdig ons zal bereiken. Dan kunnen we er meer mee doen dan in dit geval, want eigenlijk is het wel een beetje mosterd naar de maaltijd. Dan als zodanig het ICS in de relatie tot de huidige Raad van Toezicht. ICS geeft aan dat die structuur van de Raad van Toezicht niet ideaal is. En wat ons betreft zou er gestreefd kunnen worden naar één structuur voor bijvoorbeeld een aantal gemeentelijke voorzieningen zoals Het Punt, de Klampen, sportvelden, etc. Graag een reactie hoe het college daar tegenaan kijkt. Dan de herfinanciering van de hypotheek. Ook daar is al van gezegd dat het mogelijkheden biedt, maar in dit geval ook zowel voor de Klampen als Het Punt. Beide gebouwen zijn gefinancierd met een dure hypotheek van de gemeente. En als je in een huis zit waar dat het geval is, dan zeg je, dan moeten we oversluiten. In dit geval ook de vraag aan het college, misschien ook wel aan het bestuur van Het Punt. Wanneer wordt er overgegaan tot oversluiting of wanneer wordt dat aangeboden aan de besturen of aan de Raad van Toezicht om daarmee de exploitatie positief te beïnvloeden? Als laatste. Voor de Klampen geldt dat een aantal huurders aangekondigd hebben te vertrekken. Dit omdat de huur met name ook hoog wordt, maar ook omdat regionale ziekenhuizen die daar tot nu toe een poli hebben gevestigd dreigen te vertrekken. Als eerste zouden wij zeggen van waarom kunnen we niet streven om, eveneens zoals dat in Nijverdal in Goor gebeurt, om, daar nemen vrij gevestigde en niet aan ziekenhuisgebonden specialisten het initiatief om de plaats van in dat geval Zorggroep Twente over te nemen. Wat kunnen wij hier aan doen om in dit geval, en de Klampen staat niet ter discussie, maar om toch de huurpenningen op dat punt toch binnen de voorziening te houden. En als laatste opmerking, de huurders die in zowel de Klampen als Het Punt gehuisvest zijn, betalen een huur vanuit de gemeentelijke subsidie. CDA-fractie ook, en ook het GBT heeft er al eerder op aangedrongen. Wat is er mogelijk om die huurcomponent uit de subsidie te halen en direct toe te voegen aan de exploitatie van beide gebouwen? En hierdoor ontstaat een situatie die ook de instellingen eigenlijk verplicht om gebruik te maken van de locaties. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Kerkwijk. Dan ga ik door naar de GBT-fractie. De heer Paters. Voorzitter, dank u wel. Februari 2013 nam de vorige raad het, ik heb toen gezegd, historische besluit om over te gaan tot de bouw van het activiteitencentrum. En wij zijn er nog steeds ontzettend blij mee dat we het besluit genomen hebben. Het is een gebouw dat bruist, waar steeds meer gebeurt, wat een plek vindt, niet alleen in Vroomshoop, maar ook in Twenterand steeds meer verankerd raakt. En dat is een goed besluit geweest waar wij nog geen seconde spijt van gehad hebben. We hebben destijds echter wel aangegeven dat de aannames niet goed waren. Dat is ook de reden dat wij voor het besluit gestemd hebben om te bouwen, maar tegen de financiële kant van het verhaal destijds. En wat blijkt nu? ICS geeft ons gelijk. En dat roept bij ons de vraag op van, als blijkt, met terugwerkende kracht, dat de aannames niet goed geweest zijn, moeten wij dan niet eerst onszelf aankijken? Wellicht in samenwerking met het college. Maar moeten we dan niet zeggen van, nou, dat de aannames goed waren? Hè, moeten we daar niet eerst voor zorgen? Dus dat je een soort van eerlijke start geeft aan Het Punt en aan alle mensen die daar fantastisch werk doen. Dat zou wat ons betreft een gesprek zijn wat wij graag ook met de collega's willen voeren. Dan moet je misschien met terugwerkende kracht compenseren. Hoe we dat zouden moeten doen, daar moeten we maar eens over nadenken. Maar dat zou wat ons betreft een eerlijk verhaal zijn. Dat wordt nog gevoed, en de heer Kerkdijk refereerde daar al aan, door de opmerking over de bouwkosten en dergelijke die meegenomen zijn, die €50.000. Ook dat is een punt wat je mee kan nemen, waarvan je zegt van ja, hoe bestaat het nou? En daarom vind ik het bijzonder jammer dat wethouder Binnenmars hier niet is. Hoe bestaat het nou dat dat soort logische kosten in het begin niet meegenomen zijn? Ik blader een klein beetje door het rapport heen. Maatschappelijk vervult Het Punt zijn rol. Ja, dat klopt. Er is geen exploitant bereid gevonden voor de horeca. En dat is een afweging die de markt gemaakt heeft. Er zijn minimaal 2 horecaondernemers geweest die ernaar gekeken hebben. Die gezegd hebben van nou, wij bedanken vriendelijk voor de eer. Dat had een teken moeten zijn destijds al. Wij hebben daar wellicht niet goed op geacteerd. En dan moeten wij zo groot zijn, vindt mijn fractie, om dat te herstellen. Dan het theater en de subsidie die daarmee gepaard gaat. Ja, inderdaad, ik had de motie zojuist ook al even opgezocht. Ik wil heel graag weten van de wethouder wat de stand van zaken daar is en hoe de samenwerking is. Want dat beoogde de motie destijds. Hoe de samenwerking is tussen Het Punt en CCK2. Omdat wij ook vonden en verwachten dat daar wellicht een soort van inkoopvoordeel te halen zou kunnen zijn. Ik zie nu dat binnen een half jaar dezelfde artiest optreedt in CCK2 en in Het Punt. Ja, dan schieten we met z'n allen toch echt ons doel voorbij, denk ik. Dus graag een reactie daarop van de wethouder. Je ziet positieve ontwikkelingen. En je kan het verhaal wat negatief aanvliegen, zoals de SGP gedaan heeft. Dat mag. Hè, dat is uw goed recht om dat op die manier te doen. Meneer Dekker wil graag interpelleren. Meneer Dekker. Dank u wel. Het zou u niet verbazen dat ik reageer op het woord negatief. U stelt mij niet teleur. Zo is het, zo is het absoluut niet bedoeld. Kijk, wij zijn van mening dat wij moeten proberen tot constructieve oplossingen te komen. Maar wellicht kijken wij tegen een aantal zaken qua aanpak anders aan dan u. Maar het betekent niet dat wij negatief in staan. Nou, dat is goed om te horen. Dat is in ieder geval helder. Ja, dat is goed om te horen. En wellicht horen we in tweede termijn nog wat meer van wat dat dan volgens u betekent. Er zijn echt positieve ontwikkelingen. En laten we met z'n allen niet vergeten dat uiteindelijk het gebouw 2 jaar nu draait. En het feit dat we hier nu over spreken, dat vind ik goed. Als we kijken historisch gezien naar de Klaamper, daar hebben we veel te lang pleisters geplakt en gezegd van er moet geld bij, we storten bij, we storten bij, we storten bij. En dat we hier nu structureel iets moeten doen, en met name structureel is voor ons belangrijk, dat is denk ik voor iedereen wel duidelijk. Maar je kan niet verwachten dat waar 6 FTE nodig zou zijn, waar 4 FTE degenen die onder ons hier regelmatig daar komen, die zien hoeveel er gebeurt, die zien hoe hard er gewerkt wordt. Je kan niet verwachten dat je met 4 man het werk van 6 doet. Dat is bijna onmogelijk. Ik wil wel graag een hele duidelijke verklaring overigens nog, voorzitter, van de wethouder over de kosten voor administratie, bedrijfsvoering en accountants en dergelijke. Hoe het nou kan dat die niet opgenomen zijn. Want dat bepaalt ook voor een deel hoe je naar het vervolg kijkt. Dan kom ik bij de afronding van mijn verhaal. Ik denk dat ik ook bijna door de 5 minuten heen ben. Nog niet? Oh, dat scheelt. Nou, dan ga ik nog even door. Nee. Resumerend, het voorstel zoals het er nu ligt, dat klinkt sympathiek. Maar we horen ook, en daarom ben ik ook blij met de inspraak zoals die vanavond gehouden is, we horen ook dat dat eigenlijk niet voldoende is. En de vraag die we onszelf moeten stellen als raad, en niet alleen deze raad, maar ongetwijfeld ook de volgende raad, is: wat willen we nou? Willen we om de zoveel jaar hetzelfde gesprek hier voeren? Of willen we een keer zeggen van nou, dit zou het moeten zijn. En dan moeten we maar eens goed met elkaar rekenen of door laten rekenen wat dat dan zou betekenen. Maar dit zou het moeten zijn, dan heb je een eerlijke kans. En nu, punt, is het aan jullie. En wij zijn, laat dat ook duidelijk zijn, geen voorstander van een blanco cheque. Wij zijn echt er niet voor om steeds maar de knip te trekken op het moment dat er een tekort dreigt. Maar we moeten wel op een eerlijke manier iemand op pad sturen om de job te doen die wij van Het Punt verwachten. En ze doen dat boven verwachting met de middelen die er nu zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paters. Dan ga ik door naar de laatste fractie, Partij voor de Arbeid-fractie. De heer Rusken, sorry. Dank u wel, voorzitter. Laat ik direct maar beginnen met het verhaal van de heer Paters van het GBT. Toen ik het voorstel las en daarna de inspreker van vanavond aanhoorde, toen dacht ik bij mezelf, gaat dit voorstel wel het probleem oplossen wat hiervoor ligt? En als ik goed geluisterd heb naar de inspreker, denk ik dat we hier toch nog eens een keer goed met elkaar over moeten spreken. Omdat ik denk dat we anders over een jaar of over 2 jaar hier weer met elkaar om tafel zitten. Ik kom daar dadelijk aan het einde van mijn betoog nog een keer op terug als ik afrond. Laat ik ook al beginnen met De Punt is een mooi en een prachtaccommodatie. Ik kom er zelf ook. En elke keer zie je dat het aantal mensen wat het daar bezoekt en wat daar actief is alleen maar groeit. Het is een aanwinst voor Vroomshoop, niet alleen voor Vroomshoop, maar voor de hele gemeente Twenterand. Steeds meer mensen weten ook de weg te vinden naar Het Punt en dat is een goede zaak. Dus dat betekent ook dat je complimenten moet maken aan de mensen die daar actief zijn, die daar werken en daar zo'n mooie plek van maken. De inspreker van vanavond geeft aan in zijn verhaal dat het nu voorliggende voorstel eigenlijk niet toereikend is. Dat bleek ook uit de vragen die de fractie Laarman stelde van, goh, denkt u dat u het hiermee gaat redden? En volgens mij was het antwoord klip en klaar. Dat denken we van niet. En dat vraagt dus wat mij betreft om een flinke discussie. Ik ben ook benieuwd of dit ook aan de orde is geweest in de gesprekken tussen de Raad van Toezicht en de gemeente. En of het ook daar het verhaal wat vanavond verteld is bekend is bij dit college en bij de wethouder. En hoe het college daarop gereageerd heeft. Ten aanzien van het voorstel. Ik zal niet de vragen nog een keer gaan stellen die de andere fracties hebben gesteld. Daar sluit ik ook een groot deel bij aan. En ik ben ook benieuwd naar de antwoorden van het college daarover. Ik heb het collegevoorstel gelezen. Ik heb een paar vragen en die betreffen in ieder geval de jaarrekening. Er zijn verschillende accountantsverklaringen afgegeven en elke keer moest die weer bijgesteld worden. Ik vraag me af, en dat zie ik niet terug in de stukken, waarom dat allemaal zo lang geduurd heeft. Als we kijken naar het proces en nu ook het voorliggende voorstel, de heer Paters zei daar ook al wat over, met betrekking tot het voorstel om het groot onderhoud eruit te halen, vraag ik me af, hebben we bij het begin, bij de start van het punt, wel met de goede aannames gewerkt? Zijn we daar niet veel te optimistisch geweest als het gaat om het realiseren van de exploitatie? De horeca is daarvan een voorbeeld. En in die zin vind ik de suggestie die de heer Smel deed ten aanzien van de horeca om dat te privatiseren wel interessant, om daar ook serieus naar te gaan kijken. Verderop in het voorstel, wat ik dan ook wel weer aardig vind, maar dat triggert mij dan wel. Ik zal het ook even voorlezen. Bij de kanttekening, daar staat, de gemeente neemt hierbij de verantwoordelijkheid over van de Stichting Activiteitencentrum Vroomshoop en is daardoor eindverantwoordelijk met betrekking tot het groot onderhoud van het punt Vroomshoop. En dan komt het. En eventuele incidenten in de toekomst. Oei, denk ik dan. Incidenten in de toekomst. Dus dat betekent dat daar waar nieuwe tekorten gaan ontstaan, komt het college weer terug bij de raad met de vraag, kunnen wij aanvullende financiering gaan krijgen? Ik dacht bij mezelf, dus niet. Wat mij betreft moeten we nu komen tot een structurele oplossing en niet dat we over 2 jaar hier weer bij elkaar zitten. Afrondend, voorzitter. Ten aanzien van de punt heb ik nog 1 zaak waarvan ik denk, dat wil ik toch nog noemen, en dat is het leerwerkpunt. Ik denk dat het goed is dat het leerwerkpunt daar actief is. En ik ben ook blij om te zien dat gebeurt. En volgens mij kunnen we daar ook nog winst boeken en is daar meer mogelijk. Want op die manier ga je ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken. En dat gebeurt nu ook. 1 vraag ook nog aan de wethouder. Daar waar wij meerdere accommodaties hebben, zien we ook steeds weer de discussie over groot onderhoud terugkomen. Ik noem toch nog even het zwembad. Daar speelt de discussie ook om rondom het groot onderhoud. En ik zit te denken, en ik zou die vraag willen stellen, is het mogelijk om efficiënter met de gebouwen die er zijn en waar wij ook maatschappelijke organisaties verantwoordelijkheid geven, om toch te kijken of daar niet meer gemeenschappelijk gedaan kan worden als het gaat om beheer, aansturing en samenwerking, om op die manier ook meer synergie te realiseren. Ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder daarop. Voorzitter, dat was het tot zover. Dank u wel. Dank u wel, meneer Reutges. Dan kijk ik even naar het college van mevrouw Bema, neemt u de honneurs waar van voor alle onderwerpen of? Nee. Ik ben wel heel erg multitaskend, maar alleen voor dit onderwerp ben ik te vervangen van de heer Binnenmars, die door ziekte helaas hier niet kan zijn. Ik zou u wel willen vragen om eventjes 10 minuten schorsing te gunnen vanwege de veelheid aan vragen en u zult ook begrijpen dat ik me niet voldoende op het onderwerp heb kunnen inwerken. Prima. Ik stel ook voor als het echt te technisch wordt dat u dan gewoon zegt dat u dat schriftelijk gaat doen. Want anders gaan we misschien wel te veel verzanden in de kleine details en dat moeten we niet willen. Maar 10 minuten is prima. Dank u wel. Mag ik iedereen vragen om weer plaats te nemen zodat we het college de gelegenheid geven om een reactie te geven. En nu het woord mevrouw Abema. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dit is eigenlijk best een lastig dossier om zo even over te nemen. Er waren ook verschillende raadsleden die daar ook al naar verwezen dat over het punt al heel veel gesproken is in deze raad. Zowel om het punt te kunnen starten, om te kunnen bouwen, als ook over de exploitatie. En je ziet dat die vragen ook weer terugkomen. He, dus terecht ook dat u in een eerder stadium met elkaar ook afgesproken heeft dat er ook weer een goed rapport moest komen. Nou, de ICS die heeft dat ook afgeleverd. U hebt daar ook allemaal kennis van kunnen nemen. En tegelijkertijd stelt u ook wel een heleboel vragen daarover, over die cijfers. He, zijn die cijfers niet ernstiger dan eigenlijk uit dat rapport blijkt? Waarom zijn bepaalde kosten niet meegenomen? En ook hoe gaat het college nu met die aanbevelingen om? Dat zijn zo even wat vragen die gesteld worden. Ik zal proberen daar zo goed mogelijk antwoord op te geven, voorzitter. En voor zover dat niet lukt, dan is denk ik ook een goed voorstel om dat alsnog schriftelijk te doen. Op zich zijn er niet zo heel veel technische vragen gesteld, maar vooral ook vragen van wat meer strategische aard. En dus het is ook goed dat het college daar ook even in de aanwezigheid zoals we hier waren, daar ook even over gesproken heeft. Want wat in ieder geval ook wel duidelijk is, ook door de insprekers en door het rapport, dat is dat aan de ene kant gezien wordt dat er steeds meer reuring komt, ook in het punt. En dat dat ook een gevolg heeft. Meer reuring betekent meer activiteiten, betekent meer opbrengsten, maar betekent ook meer kosten. Meer reuring en meer activiteiten betekent ook dat je niet met minder personeel toe kunt. Nou, de insprekers hebben daar ook de vinger bij gelegd. En tegelijkertijd zien we dat in het rapport ook een van de aanbevelingen daar heel duidelijk over is, dat er te veel personeel is ten opzichte van de begroting. En tegelijkertijd zien we ook het probleem van de mensen die het punt ook mee vormgeven, dat ze zeggen van ja, maar wij kunnen het niet met minder doen, want dan kunnen wij ons werk gewoon niet meer goed doen. Wij kennen die problemen ook in de regelmatige gesprekken die er ook geweest zijn. En wij zouden eigenlijk u als raad ook willen voorstellen om ons ook als college de tijd te geven om samen met de Raad van Toezicht, ook de mensen van het punt, om die aanbevelingen van het ICS-rapport, om die goed te kunnen uitvoeren. En daarmee kom ik ook wel een beetje tegemoet aan de vragen die er ook gesteld zijn, van hoe gaat u daar nu mee om? Dat is, denkt het college, vooral iets wat we in gezamenlijkheid ook moeten doen. Dat zal nog een stuk afstemming vragen. En tegelijkertijd besef ik ook dat ik daarmee niet helemaal tegemoet kom aan een stuk helderheid, wat u misschien met elkaar ook wel wilt hebben. Want als er één ding duidelijk is over het punt, dan is dat er hele brede waardering is voor alles wat daar in Vroomshoop neergezet is. Waardering voor de Raad van Toezicht, waardering voor de vrijwilligers, maar ook waardering voor alles wat er ook in het punt en in het dorp ook gebeurt met elkaar. En dat is ook iets wat kostbaar is. Meneer Van der Kozijnen die legde daar ook al even heel goed de vinger bij. Hè, dat u eigenlijk ook zei, cultuur is belangrijk, leerwerkpunt is belangrijk. En u geeft ook aan, het is het ook allemaal waard. Maar we moeten met elkaar daar nog wel een hele slag in maken. En het college wil eigenlijk voorstellen om samen met de Raad van Toezicht en de mensen van het punt de komende tijd echt heel concreet aan het werk te gaan met die aanbevelingen. U vraagt ook naar een motie die in 2015 is ingediend over samenwerking van het punt en Theater Turf. Voorzitter, ik kan me voorstellen. Er is een interruptie van meneer Paters. Ik denk dat hij dat doet op het vorige punt van u. Maar meneer Paters, aan u het woord. Voorzitter, dat klopt. U zegt van het college wil samen met de Raad van Toezicht en de mensen van het punt aan de slag met de aanbevelingen. Dat lijkt mij goed. Maar ik vraag me dan wel af onder welk gesternte en met welke mindset dat dan gebeurt. Als ik ambtelijk lees uit een van de verslagen dat er zorgen uitgesproken worden over de omvang van de personele inzet. en dat de toenmalige directeur-bestuurder zijn verbazing over deze opmerking uitspreekt, omdat, en ik citeer uit het verslag, een klein team van medewerkers verantwoordelijk is voor een omvangrijk gemeenschapshuis met veel gebruikers, bezoekers, partners en dienstverleningsverplichtingen. Als de mindset negatief is, waar gaan we dan uitkomen met elkaar? Met andere woorden, moet je dan ook niet, als je het hebt over een soort van, nou, ik noem het dan maar doorstart, moet je dan ook niet daar vanuit het huis andere mensen op zetten? Met andere. Die laatste vraag, voorzitter, daar kan ik nog niet heel concreet antwoord op geven. Wat ik wel tegen u kan zeggen, dat is dat de mindset zeker positief is. Dat kunt u ook zien in het licht van datgene wat ik hiervoor ook gezegd heb, dat we allemaal ook wel zien dat daar een geweldige positieve ontwikkeling ook in Vroomshoop heeft plaatsgevonden. En we zien ook in het rapport dat er gewoon groei is, zeg maar. Dat is, er worden een aantal aannames gedaan die zeker een realistisch gehalte hebben. Tegelijkertijd zien we ook dat er nog tijd nodig is om die groei ook waar te maken. We zien ook dat in de aanbevelingen ook heel concreet gezegd wordt, het aantal personeelsleden stemt dat ook af op de activiteiten die er gedaan wordt. In het rapport wordt vrij concreet gezegd dat het personeel ook gebruikt wordt om de activiteiten mee vorm te geven. En een van de aanbevelingen is ook om daar nog eens heel goed naar te kijken, of je dat niet beter zou moeten afstemmen. En dat zouden we heel graag samen met de mensen van de Punt en de Raad van Toezicht de komende tijd wat scherper willen doen. Voorzitter, ik ga nog eventjes door op de vragen die door de verschillende fracties zijn gesteld over een motie die in november 2015 door deze raad is aangenomen over samenwerking van Theater Twenterand en Theater Turf. Voorzitter, voor zover ik weet is die motie afgedaan, dus die heeft ongetwijfeld ergens, waarschijnlijk begin 2016, heeft die op uw lijst gestaan van afgedane moties. Ik heb nu niet precies paraat hoe die precies is afgedaan, maar wat ik wel weet, dat is dat er verschillende gesprekken geweest zijn tussen de mensen die Theater Turf vormgeven en de mensen die gaan over Theater Twenterand, zeg maar, Stichting Theater Twenterand. En dat die gesprekken niet geleid hebben tot iets van een gezamenlijke programmering of iets gezamenlijk. Er wordt volgens mij wel minimaal afgestemd, maar niet in de geest van de motie zoals die toen is ingediend. Dus een interruptie van meneer Kerkrijk, CDA-fractie. Dank u wel, voorzitter. Allereerst een vraag ten aanzien van de afdoening van de motie. Nogmaals, ik heb de afgelopen dagen gezocht. Ik kon het niet vinden, dus graag daar wel een schriftelijke terugkoppeling op welke wijze die motie is afgehandeld. Ik twijfel eraan of die is afgehandeld. En een tweede vraag ten aanzien van het afwijzen van het subsidieverzoek van de stichting. Ja, dat roept gewoon het punt op. Ja, hoe kan het zijn dat wij als gemeente kiezen voor en ook betalen voor een Twenterands theater? En we weten dat het Twenterandse theater toch wel nodig aan kosten met zich meebrengt en tekorten draait. Dan wordt er een relatief beperkt bedrag aan subsidie gevraagd. En ja, die subsidie wordt afgewezen. Dan denk ik snap het niet. Kunt u mij eens uitleggen hoe dat in elkaar zit? Voorzitter, daar kan ik kort wel iets over zeggen. Misschien is het goed dat de Griffie, ik kijk eventjes naar de Griffie, dat u ook even kijkt hoe die motie afgedaan is en dat de raadsleden daarover geïnformeerd worden. Dat staat inmiddels genoteerd. Dat gaat, ja, dat is één. Het tweede is, hoe kan het dat die subsidie afgewezen is? Laat ik in ieder geval even zeggen dat de weg naar beroep en bezwaar in ieder geval nog open staat. Dus dat is in ieder geval iets waar gebruik van gemaakt kan worden. Deze gemeente die geeft een exploitatiebijdrage van 2 ton aan het Punt. En wij gaan ervan uit dat ook het theater daarin zit. Meneer Kerkrijk. Dank u, voorzitter. Ja, dat is een mooi verhaal, maar we weten ook dat €160.000 naar de hypotheek gaat. Dus er blijft heel weinig over. En als je daar ook nog 4 FTE voor moet betalen, dan stop maar. Dan is het al heel snel een tekort. En nogmaals, dan blijf ik met de vraag zitten. Wij hebben een gemeentelijk theater als Twenterand. Dat is een mooie, echt een mooie voorziening waar druk gebruik van wordt gemaakt. En het is voor mij gewoon niet helder hoe ook deze raad in intentie in november 2015 uitspreekt steun te willen verlenen aan ook het inrichten van het theaterprogramma. We hebben daar heel duidelijk, volgens mij zelfs raadsbreed, een uitspraak op gedaan. En met evenveel gemak wordt door wel de externe beoordelingscommissie, is dat inmiddels in de subsidieverordening opgenomen, wordt zo'n verzoek terzijde gelegd. Dan denk ik, ja, wat moet je als raad dan doen? Moet je soms amenderen? Ik weet het niet. Ik denk niet dat dat de bedoeling is, man. En om met evenveel gemak te verwijzen naar, er is een beroeps- en bezwarenprocedure. Overigens is dat in 2015 ook gebeurd door de stichting. Dus ik denk dat die weg wel wat frustraties op zal roepen bij de initiatiefnemers. Maar graag uw reactie daarop. Meneer Douder. Voorzitter, richting de heer Kerkdijk, uiteraard is dat een procedurele opmerking als ik wijs naar beroep en bezwaar. Dus dat is niet bedoeld als een dooddoener, maar dat kan natuurlijk altijd. Voorzitter, ik weet niet of het helemaal terecht is om daar nu even op in te gaan, want dat is natuurlijk een heel ander onderwerp. Als ik u even mag onderbreken, want daar zit ik namelijk zelf ook een beetje mee. Want volgens mij hebben we het nu over een ander onderwerp dan... Het heeft wel een directe relatie, dat ben ik volkomen met de heer Kerkdijk eens. En meneer Paters heeft die opmerking ook gemaakt. Maar dan hebben we het eigenlijk op de subsidieverordening. En die staat nog niet gegarandeerd, maar die kan dus gewoon ook gegarandeerd worden. Daar zou dit onderdeel van kunnen zijn. Want voordat we nu dingen door elkaar gaan mengen, ik weet niet of dat aan de orde is. Maar ik geef de heer Paters wel de gelegenheid om in ieder geval te interpreteren. Ja, nou, dan moet ik even een punt van orde maken, denk ik. Want u heeft... formeel gelijk, hè, dat het niet met elkaar te maken heeft. Maar we hebben vanavond ook van de insprekers gehoord dat het wel degelijk van invloed is op het resultaat van het punt. En dat is waar we vanavond ook over spreken. Dus ik wil u vragen om wat dat betreft enige ruimte te betrachten om hier toch wel helderheid te krijgen. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik zei ook net dat die relatie is er. Meneer Kerkdijk heeft het aangehaald, u hebt het zelf aangehaald, ook de insprekers. Maar ik kan me voorstellen dat de wethouder zich nu... Ik formeer het dan maar even op mijn eigen woorden, een beetje ongemakkelijk voelt om dus nu dit onderwerp in dit debat mee te nemen. Maar ik laat dat graag aan haarzelf over. Ik bedoel, maar ik kan me voorstellen dat wel een punt is voor haar. Wethouder. Ja, voorzitter, dat valt op zich wel mee. Het is alleen, denk ik, wat minder handig om dat allemaal te verweven met elkaar. En uiteindelijk is het ook zo, ik heb het de heer Kerkdijk ook horen zeggen... accepteert de raad dat het theater geld kost? Dat is een vraag die u gesteld hebt. U mag hem altijd aan het college stellen, maar uiteindelijk denk ik ook dat u hem ook aan uw mede-raadsleden kunt stellen, want dat is ook iets waar u zelf over gaat. Het college heeft in ieder geval gehandeld dat binnen die 2 ton exploitatievergoeding die wij geven, dat voor het hele pakket gaat, dus inclusief het theater. En als u als raad daar anders over denkt, be my guest zou ik zeggen, maar... Meneer Paters. Echt tijd voor een nieuw systeem, voorzitter. Een knopje hapert. Ja, die van u niet, maar deze is wat lastig. Ik begrijp de woorden van de wethouder, die begrijp ik. Ik hoef daar wat mij betreft nu ook niet op door te gaan. Ik wil de wethouder dan wel verzoeken of zij niet alleen de afdoening van de motie... maar ook alles wat daarmee samenhangt in beeld wil brengen voor de raad. Want als ik met name kijk naar het dictum en dan met name punt 3... subsidie vanaf 1 januari 2017 samen te voegen met de structurele bijdrage van CCK2... onder voorwaarde dat volgend jaar 1 programmaraad ontstaat... die een gecoördineerd programma theateraanbod tot stand brengt voor heel Twenterand. Dat is denk ik een van de belangrijkste punten van die motie. En... ik hoef niet per se te weten of er schuld is bij een van twee, maar als een van twee, en ik formuleer het voorzichtig, frustreert, dan kan het niet zo zijn dat dat negatieve gevolgen heeft voor de ander. Dus vandaar het verzoek om dat dan goed in beeld te brengen, hoe dat proces dan gelopen is en waar het geëindigd is. Want het is blijkbaar geëindigd. Dus dat verzoek wil ik dan nog even doen. Nou, de Griffie schrijft... druk mee, dat wordt toegevoegd aan de toezegging, denk ik. Voorzitter, het lijkt me inderdaad wel goed om daar nog even schriftelijk op terug te komen, hoe dat precies gegaan is. Vervolgens, even kijken of ik de vragen nog een beetje bij langs kan lopen. Is €50.000 genoeg voor groot onderhoud? Vraag van de heer Laarman. Die €50.000 die hebben wij gebaseerd op een raming in de exploitatiebegroting bij de start. Dus wij gaan ervan uit dat dat voldoende is. Wat is nu een beletsel voor het afgeven van de goedkeurende accountantsverklaringen? Vraag van de heer Dekker. Uw raadsbesluit, dat is wachten daarop. Er is een interruptie van meneer Laarman, straks uw Laarman. Ja, ten aanzien van het groot onderhoud. Vanaf 2021 gaan we die €50.000 inboeken. Maar in principe had het punt, de stichting Het Punt al nu structureel al geld voor onderhoud moeten reserveren. Nou, die reservering is tot nu toe nooit geweest. Wij gaan pas in 2021 met €50.000 beginnen. Is dat wel voldoende om in de toekomst dat onderhoud te plegen? En dat was mijn vraagstelling, want moeten we nu nog een extra reserve inboeken? Of komt dat te zijn de tijd, dan krijgen we een bordje en zeggen, ja, uit de algemene risicoreserve moet toch geld komen, want we hebben te weinig middelen voor groot onderhoud. Dat blijkt er in de toekomst, maar ik ben bang dat dat het geval zal zijn. Maar hoe kijkt u daar tegenaan? Wethouder, dezelfde vraag is al ook ingebracht door de SGP-fractie. Ja, voorzitter, zoals wij daar nu tegenaan kijken, is dit voldoende. Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar zoals ik u al aangaf, de raming is gebaseerd op de exploitatiebegroting bij de start. En wij hebben op dit moment geen reden om aan te nemen dat het niet voldoende is. Dus voor eerst gaan wij hier gewoon vanuit. Meneer Dekker, nu heb ik een interruptie. Dank u wel, voorzitter. Toch nog even ingaan op die vraag van de heer Laarman. Ik denk toch niet dat die juist beantwoord is door de wethouder. Wanneer we terugkijken, dan is er over 2015, 2016, 2017, 18 en 19 wordt er dan niet gereserveerd. Dus dat is 5 jaar maal €50.000 wat tekort komt. Ik denk dat de heer Laarman dat bedoelt. En dat bedoelde ik ook in de eerste termijn. Dat we €250.000 tekort komen op de 10-jaarsraming van het onderhoud. Want als er dus op een gegeven moment €50.000 per jaar wordt geraamd, dat is 10 jaar maal €50.000 is €500.000. Dan komen we nu dus, als dit zo doorgaat, €250.000 op tekort. Rekenkundig kan ik het niet anders zien. Dat is mijn eerste vraag, ook even in aansluiting op wat de heer Laarman zei. En u zei net dat de enige beperking van de accountant is dat de raad nu vanavond akkoord gaat. Ik lees toch het accountantsrapport of verslag anders. Die geeft aan dat voor die debiteurenpost van €125.000 ongeveer, dat daar onvoldoende zekerheid is dat het geld binnenkomt. Dat noemt hij nadrukkelijk als bezwaar. Dus ik vrees dat als wij vanavond hier akkoord zullen gaan met die €45.000... dat hij alsnog op dit punt geen goedkeurende verklaring geeft. Voorzitter, dit zijn 2 vragen waar ik het antwoord helaas op schuldig moet blijven. Ik heb mij net ambtelijk even laten bijpraten. Dit is het antwoord wat ik gekregen heb op de vraag die u gesteld hebt. U maakt hem nog even iets complexer. Evenals de andere vraag, hè, wat u zei over dat groot onderhoud. Dat zijn 2 vragen waar u nog antwoord op krijgt. Ik denk dat dat de snelste weg is om dat zo te doen. Er is een interruptie van de heer Kerkrijk. Dank u wel, voorzitter. Ja, in het verlengde van de vraag van de heer Dekker. Ik heb in mijn inbreng eerste termijn al aangegeven dat je ook met evenveel gemak kunt zeggen dat in het exploitatiemodel bij de stad van Het Punt die €50.000 voor algemene kosten, accountantskosten, etc. niet meegenomen is. Je zou kunnen zeggen die €50.000 groot onderhoud vloeit extra toe in de exploitatie van Het Punt. Door €50.000, noem het maar, mis te schieten in het exploitatiemodel, vloeit die €50.000 weer even hard weg. Zou u dat in uw analyse dan ook mee kunnen nemen? Ja, voorzitter, u ziet mij al knikken. Deze vraag kan ook toegevoegd worden aan het lijstje van nog te beantwoorden vragen die schriftelijk beantwoord zullen worden. Wij zijn druk aan het meeschrijven. Zo is het. En waarschijnlijk u niet alleen. Voorzitter, door de heer Smelt is nog het een en ander aangegeven over passende oplossingen die nog niet doorgevoerd zijn, omdat ze vooral ook heel veel met de combinatie met de brede school te maken hebben. Dat klopt ook. Wij kunnen op dit moment nog niet exact zeggen hoe we dat dan precies kunnen toepassen. Hoe we daar ook inverdienvoordelen bij kunnen realiseren. Wat ik u in ieder geval wel vast kan aangeven, dat is dat de coördinator van de brede school, die komt in dienst bij Het Punt. En dat betekent ook dat je daarmee ook wel iets creëert, zeg maar, waarmee je dus wel inverdienmodellen kunt realiseren, laat ik het zo maar zeggen. Heel veel concreter dan dit kan ik het op dit moment niet voor u maken. En datzelfde geldt ook voor het mogelijk privatiseren van de horeca. Ik zou u willen voorstellen om ook dat mee te nemen in een bredere afweging, om samen met de Raad van Toezicht en de mensen van Het Punt, om te gaan werken aan die aanbeveling, om ook dit punt daarin mee te nemen. Ten aanzien van het herfinancieren van de hypotheek, dat is de vraag van de heer Kerkdijk. Ik kan u aangeven dat dat helaas niet kan. Het is een lening van de BNG, Bank Nederlandse Gemeentes. En een van de voorwaarden bij het afsluiten daarvan was dat dat niet geherfinancierd kan worden. Dus daar kunnen wij niets aan veranderen. U vroeg ook nog of de huurcomponent uit de subsidie gehaald kan worden. In de begroting van dit jaar hebt u gezien dat de huurcomponent al uit de subsidie gehaald is, in de zin van dat het op lijst G van de begroting is gekomen. En komend jaar zal dat verder ook geformaliseerd worden. Dat hadden wij ook al eerder toegezegd bij een ander debat. Voorzitter, volgens mij heb ik nu de meeste vragen wel hetzij beantwoord, hetzij aangegeven dat ze nog schriftelijk voldaan zullen worden. Ik ga nog eventjes voor de zekerheid het lijstje bij langs. Eén algemeen punt, en ik neem aan dat de heer Dekker en de heer Paats daar ook maar zullen noemen, maar één algemeen punt is in ieder geval wel aangegeven, is het, de vraag is gesteld of het verstandig is om opnieuw naar de aannames te kijken, om van daaruit misschien een andere conclusie te trekken. Maar ik weet niet of u dat nog kan beantwoorden, maar anders komt de heer Paters daar ongetwijfeld op terug. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik ook over dat punt gezegd van dat we dat ook mee gaan nemen in nader overleg, ook samen met de mensen van Het Punt, om die aanbevelingen ook te gaan uitvoeren. Wat mij betreft hoort die daar ook bij. Oké, maar dat is een extra toevoeging, want uw toezegging was dan dat u de aanname, de suggesties vanuit het rapport mee zou nemen, maar het verzoek van de GBT-fractie was met name, en andere fracties hebben daar ook naar gerefereerd, om ook even terug te kijken naar het begin. Om inderdaad vanaf het begin goede aannames te maken. Maar ik wil niet de woorden van de interrupties wegnemen. De heer Dekker. Dank u wel, voorzitter. Ik miste nog even een antwoord op mijn vraag of de gemeente garanties heeft afgegeven voor bepaalde debiteuren van Het Punt of van de Horeca-stichting. Zou ik niet weten. Wilt u de antwoord op? Dan wordt het ook schriftelijk. Nee, dat begrijp ik. Ik snap dat u daar niet meteen op kunt antwoorden. Nee. Maar de antwoord zou ik wel graag willen hebben. Staat genoteerd, heer Dekker. Meneer Paters. Voorzitter, dank. U deed al een poging zojuist voor wat betreft de aannames. De wethouder geeft aan van wij willen met de aanbevelingen aan de slag. Nou, prima. Ik denk dat dat altijd goed is. Maar ik heb een aantal opmerkingen gemaakt over de aannames van in het begin. Met name over het horecagedeelte en het theatergedeelte. Juist die twee punten die nu voor een deel het tekort veroorzaken. ICS geeft in haar rapport heel duidelijk aan dat die aannames niet goed waren, dat die niet correct waren. En dat je dus eigenlijk iemand, zoals ik het zei, met het verkeerde op pad hebt gestuurd. Ik kan me voorstellen, en daar ben ik dan wel benieuwd naar of de wethouder daar een inkijkje in kan geven, dat ook die opmerkingen in het college besproken zijn. Is er dan op enig moment vanuit het college gedacht van nou, misschien moeten we daar eens mee aan de slag, misschien moeten we eens doorrekenen wat dat zou betekenen als we met terugwerkende kracht, met de juiste aannames op pad gaan en wat dat dan financieel voor gevolgen heeft. En graag het antwoord daarop. En als de wethouder zegt ik kan dat niet geven, dan wil ik verzoeken om zo'n doorrekening dan eens te maken en die aan de raad te doen toekomen. Want dan zetten we het op geld en dan kunnen we met elkaar ook discussiëren van Even analoog aan de vraag en opmerking van de heer Kerkdijk van een theater kost geld. En u gaf terecht aan, u moet zeggen van wat is het u waard? Nou, datzelfde geldt voor dit eigenlijk. Dus vandaar de vraag. Wethouder. Voorzitter, ik kan hier niet anders op antwoorden dan wat ik ook al eerder gezegd heb. Wat mij betreft, wat het college betreft, gaat het ook onderdeel uitmaken van een verdere uitvoering van die aanbevelingen waar we mee bezig zijn. Gaat die daar ook onderdeel van uitmaken? Dus ik kan mij voorstellen dat u zegt, op een zeker moment zou ik daar graag over geïnformeerd worden. Ik denk ook dat het college dat zeker gaat doen, maar ik zit onvoldoende in de materie om u daar een hele smarte toezegging op te kunnen doen. Daar moet ik eerst weer even schorsen om daar een correct antwoord op te kunnen geven. Voorzitter, dan... Meneer Paters. Ja, dank u wel. Dan stel ik voor dat u toch even schorst. Want er ligt een raadsbesluit of een collegevoorstel, een raadsvoorstel, dat gaat puur over het groot onderhoud. En als wij weten wat een eventuele doorrekening, wat het op zou leveren, dan kunnen wij daar met elkaar over in gesprek en dan moeten we amenderen. En ik denk dat het ons met z'n allen, ons in elk geval wel, een liefding waard zou zijn als we niet over 2, 3 jaar hier weer staan omdat er weer wat gebeuren moet. Dus ik wil dat toch wel graag concreter ingevuld zien dan de wethouder, met alle begrip voor wat u wel en niet weet, hè, laat dat even duidelijk zijn. Maar ik zou toch wel graag wat concreter ingevuld zien. Ik zit even na te denken, want we kunnen wel weer gaan schorsen. Maar ik bedoel, volgens mij hebben we niet de gewoonte bij raadsdebatten te gaan schorsen. Dat doen we enkele keer wel. Maar ik zit de wethouder aan te kijken en we kunnen wel gaan schorsen. Maar als u op voorhand al zegt van dat wordt toch wel moeilijk om ook in de schorsing met dit verhaal te komen. Ik zou me voor kunnen stellen dat u gewoon gehoord hebben de inbreng ook gewoon is, in het college even over nadenken en ons schriftelijk een aantal dingen toezegt. Zou ook een optie kunnen zijn. Maar ik laat het even nu zelf over. Nou, weet u voorzitter. Ik kan me voorstellen dat de heer Paters hier ook een hele smarte toezegging op wil. Maar ik denk dat dat op dit moment gewoon te vroeg is om te zeggen van dan kunnen we daarover informeren. Ik heb ook gezegd wij nemen dit mee in het verder uitwerken van de aanbevelingen. En uiteraard zal op een zeker moment de raad daar weer over geïnformeerd worden. Maar heel veel smarter dan dit kan ik het op dit moment niet maken. En ook als het college hier nu over gaat spreken, dan denk ik nog niet dat we op dit punt daar nu al heel veel smarter op kunnen antwoorden. Maar ik kan me voorstellen, dat het inderdaad in de schorsing moeilijk wordt, maar als wij daar nu niet van het college krijgen, dan hebben we weinig nut om denken straks met de raadsvergadering opnieuw, want dan komt dit punt weer aan de orde. En we zullen in ieder geval iets af moeten spreken, dat in ieder geval voor de raadsvergadering dit soort dingen wel helder zijn. Want anders dan heeft het geen nut om de raadsvergadering te houden. Voorzitter, wij gaan kijken of wij hier zo concreet mogelijk antwoord op kunnen geven. We hebben meer schriftelijke antwoorden te doen, dus we gaan kijken of we hier een zo goed mogelijk antwoord op mee kunnen geven. Nou, ik kijk even naar de heer Paters of die zich daarin kan vinden. Wat denkt u zelf, voorzitter? U kennende, nou, u daar niet tevreden, maar ik kijk even naar wat realistisch is. Nee, ik begrijp, voorzitter, vanuit uw rol begrijp ik dat u probeert om te zoeken naar een oplossing. Alleen, als wij het niet op geld gezet kunnen krijgen, en het lijkt mij niet zo moeilijk om gewoon terug te rekenen van wat was de aanname, die was niet correct, blijkt uit het ICS-rapport, wat is dan de correcte aanname, wat is het verschil daartussen, doe dat keer 2 en je weet wat je eventueel na zou moeten betalen, ik verzin maar iets. En dus ik wil de wethouder toch met klem vragen om dit toe te zeggen. En als er een schorsing nodig is om het concreter toe te kunnen zeggen, vind ik het helemaal prima, ik hoef het antwoord nu niet. Maar ik wil het wel voor de komende raadsvergadering hebben, want anders dan spreken we in het luchtledige en dan geven we elkaar de zekerheid. Dan kunnen we nu vast de agenda trekken van nou, zullen we over 2 jaar elkaar weer hier ontmoeten, want dan gaat het er weer over. En dat is wat ik wil voorkomen. Dat is ook hetgene wat ik zei, meneer Paters, maar de wethouder gaf al aan dat het nu, op dit moment te prematuur is om in ieder geval nu te reageren. Ik denk dat in ieder geval het college de komende week gewoon daar wel antwoord op kan geven en dat we dan inderdaad dat schriftelijk zien. En dan kunnen we op dat moment voor de raadsvergadering besluit nemen of we wel überhaupt het besluit moeten nemen. Nou, we hebben nu een kleine mini-schorsing, maar we houden ze in zicht, dus dat scheelt. Meneer Paters. Doet u een pauzemuziekje, voorzitter? Nee, voorzitter, dat is niet nodig. Het gaat er eigenlijk alleen even om of er geleverd kan worden wat u vraagt. Wij gaan ons uiterste best doen om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de behoefte die er bij u ligt om een zo concreet mogelijk antwoord te krijgen. Of ik hem helemaal zo op geld kan zetten als u wenst, dat weet ik op dit moment niet, maar we gaan wel ons uiterste best doen. Nou, dat is in ieder geval voor de volgende raadsvergadering. Dat is in ieder geval een goede toezegging. Nou, dat is redelijk, ja. Ja. Meneer Kerkdijk. Dank u, voorzitter. Heb ik het goed begrepen dat de wethouder klaar is met de beantwoording eerste termijn? Dan heb ik nog twee vragen aan u, die uit onze eerste termijn volgens mij nog openstaan. Ik heb aangegeven dat er nogal wat huurders zijn die inmiddels in de klampen, met name vanuit de gezondheidszorg, aangekondigd hebben de klampen op termijn te zullen gaan verlaten. Mijn vraag daarbij is, bent u ook bereid contact op te nemen met in dit geval zorggroep Twente, maar ook het ziekenhuis in Hardenberg, dat het niet ondenkbaar is dat die plekken dan overgenomen worden door andere vrijgevestigde specialisten? Omdat dat vaak op ziekenhuizen toch ook nog wel een bepaald effect heeft. Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag, ik heb al genoemd dat in de afgelopen periode regelmatig geduid is dat huurders die van de gemeente subsidie ontvangen en gevestigd zijn in gemeentelijke panden, dat het wel eens zaak zou kunnen zijn om die huurcomponent uit de subsidie te halen en direct toe te voegen aan de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen waar gebruik van wordt gemaakt. GBT heeft daar vorig jaar een lans voor gebroken, we hebben dat ondersteund. We hebben daar tot nu toe nog geen antwoord op gekregen, geen reactie op gekregen, maar graag een antwoord hoe u daar tegenaan kijkt. Tot zover. Ik wil meneer Kerkdijk wel over wijzen dat we het hier over de punt hebben en niet over de klapen. Dus ik kan me voorstellen dat u zegt de klapen antwoord, dat kan in een andere situatie gegeven worden. Ja. Maar voorzitter, om even met die laatste te beginnen. Volgens mij heb ik daar antwoord op gegeven. Die huurcomponent is uit de subsidie gehaald en die wordt het komend jaar verder geformaliseerd. Ja? Dus dat antwoord hebt u gehad. Voor mij is ook voldaan aan hetgeen wat u wilde namens het CDA. En de suggestie die u doet om te kijken wat we kunnen doen om het verlies van medische huurders te compenseren, doet u een suggestie om daarover in contact te treden met het ZGT. Dat lijkt me een goede suggestie, om daar eens naar te verkennen wat daarin mogelijk is. Dus volgens mij nou, prima, heb ik hiermee beantwoord. Ik kijk even rond als er verder geen vragen zijn. Ik kijk er even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie alle fracties, behalve het CDA. Dan begin ik bij de... Oh, sorry, maar ik stak de vinger niet op. Ik begin bij de heer Dekker van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Allereerst, het woord negatief is nog gevallen tijdens de eerste termijn. Daar is ook al door ons op gereageerd. Ik denk dat we ook op een goede manier over gesproken hebben. Maar we hechten er nogmaals aan om aan te geven dat wij best waardering hebben voor de inzet van alle betrokkenen, ook al zijn het niet altijd activiteiten waar wij principieel achter kunnen staan. Dat even als opening. Er is op een gegeven moment, ik wil toch ook nog graag even reageren op wat genoemd is ten aanzien van de mogelijke begrotingsfouten aan het begin en om de afgelopen jaren terug te betalen. Ik denk wel dat het goed is om daarbij in oogschouw te nemen dat wij over de afgelopen jaren bij besluit van 2015 een rentekorting van €35.000 over de afgelopen jaren hebben gegeven. Dus als de nabetaling nodig is, dan zou ik deze €35.000 rentekorting graag willen zien als een voorschot daarop. Ten aanzien van een aantal andere zaken, er is gezegd van het college wil zich buigen over maatregelen. Ik denk dat het rapport van ICS een aantal nadrukkelijke aanwijzingen geeft of aanbevelingen geeft. Er is een aantal keren gesproken door andere fracties over uitbreiding van de theateractiviteiten. Ik wil graag in herinnering roepen dat ICS gerapporteerd heeft dat er een netto verlies is op de directe kosten van theateractiviteiten. Dus uitbreiding van theateractiviteiten, ik benader het op dit moment puur financieel en niet vanuit onze principiële achtergrond. Maar dat uitbreiding van theateractiviteiten, dat je daar niet van mag verwachten op voorhand dat het zal leiden tot verbetering van het financiële resultaat. En ook wat aangegeven is ten aanzien van andere activiteiten, dat de personeelskosten nadrukkelijk moeten worden afgewogen tegen de opbrengsten van die activiteiten. Dat zijn toch een paar zaken in aansluiting op wat in eerste termijn is gezegd en wat door het college is beantwoord, waar we toch graag de nadruk op willen vestigen. En verder, wat met name ook van de kant van de ChristenUnie genoemd is, ja, we zeggen welke mogelijkheden biedt de samenwerking met de brede school. Misschien dat een aantal kansen die er in het verleden waren niet meer volledig kunnen worden benut. Maar naar onze mening liggen daar mogelijkheden. Dus wij zien graag een voorstel van het college tegemoet. In de zin zoals daar nu over gesproken is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Dekker. Ga ik door naar de PvdA-fractie, de heer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst even beginnen met een opmerking over dit debat. Daar wordt heel erg goed naar geluisterd. En ik weet niet of mijn collega-raadsleden dat hebben opgemerkt, maar ik zei de punt in plaats van het punt. Dus daarvoor mijn excuus. En ik zal het hebben over het punt. Dat gezegd hebben. Ik heb de toezegging van de wethouder gehoord dat ze met de Raad van Toezicht in overleg gaat en gaat kijken naar de aanbevelingen. Ik mag hopen dat daarbij niet alleen maar de kaders en de aanbevelingen van het rapport als uitgangspunt gehanteerd worden, maar daarbij ook goed geluisterd is wat in deze Raad gezegd is en meegegeven is om het gesprek aan te gaan met de Raad van de Toezicht en te gaan komen tot een structurele oplossing. En dat op dit moment dit raadsvoorstel wel richting de Raad gaat en dat daar een besluit over genomen moet worden om te zorgen dat het op de korte termijn geregeld moet worden, dat is helder. Maar voor de langere termijn zullen we toch met elkaar ook op zoek moeten gaan naar andere oplossingen. Er zijn twee dingen die ik in mijn eigen termijn heb gezegd waar ik geen antwoord op heb gekregen. Dus dan zal ik ze maar inbrengen als punt. Als het gaat om het punt waar het gaat, eventueel incident in de toekomst, mag ik hopen dat dit niet in het raadsvoorstel terugkomt dadelijk. Want ik wil geen incidenten hiermee terug zien. Ik wil gewoon een structurele oplossing hebben voor het punt. En dat geldt ook voor de opmerking die ik gemaakt heb. We hebben meerdere gemeentelijke accommodaties. Ik kan me voorstellen dat daar ook gekeken wordt. Kunnen we dat niet efficiënter en effectiever met elkaar oppakken? Door daarin meer zaken gemeenschappelijk te gaan doen. En ik zou dat de wethouder ook mee willen geven. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Reuskens. Dan ga ik door naar de fractie Laman, de heer Laman. Dank u, voorzitter. Ja, hoe gaan we nu verder? Het raadsvoorstel wat nu voor ligt, dat is €50.000 voor groen onderhoud. Dat gaat de gemeente op zich nemen vanuit 2021. Dat is eigenlijk nodig om het accountantsrapport een goedkeuring te geven. Anders geeft de accountant geen goedkeuring. Dat is één. Nou, dat gaan we doen. Verwacht ik tenminste in de volgende raadsvergadering dat we daar een klap op geven. Maar vervolgens, hoe gaan we structureel om dan met het punt en de stichting het punt? Want dit is nog niet voldoende, horen wij de insprekers zeggen. En de wethouder zegt, ja, hoe gaan we nu, moeten wij dat de volgende raadsvergadering dan gaan regelen? Maar wat gaan wij regelen? Of komt de wethouder, gaat de wethouder opnieuw in gesprek met de stichting om tot daadwerkelijk goede actiepunten te komen en een terugkoppeling naar de raad toe, waar wij dan een klap en hamer op kunnen geven voor een structurele oplossing in de toekomst. En dat was eigenlijk nog een beetje de discussie. En die discussie, ja, die was net ook gevoerd, dus dat wacht ik even af. Ik verwacht dat de wethouder met een nieuw voorstel komt naar de raad toe. Dank. De wethouder heeft toegezegd dat ze in ieder geval schriftelijk daarop terug zou komen. Dus ik ga ervan uit dat dat onderdeel is van de toezegging. Ik kijk even naar links, naar de ChristenUnie-fractie, de heer Smelt. Voorzitter, dank u wel. De brede school en de coördinator van de brede school, dat hij of zij in dienst komt bij het punt, was voor mij nieuws. En misschien voor velen van u ook. Maar we kunnen niet overzien of dit voordelen gaat opleveren voor de exploitatie van het punt. Dus het is we zien het maar als een mededeling. Maar dat u personeel gaat toevoegen aan een toch wel krappe personeelsbudget, is volgens mij een verhoging van de kosten op de payroll. En dat zou de Raad van Toezicht, volgens mij, nog eens even heel goed naar moeten kijken hoe ze dat dan herschikken. Dus u heeft er een uitdaging bij, of u wist dat u al een uitdaging had waar u vanavond niet meer over sprak. Maar goed, die verrassing die nemen wij dan maar voor onze rekening, dat het voor ons een verrassing is. Voorzitter, als we kijken naar de inbreng, dan heeft mijn fractie vanavond geprobeerd om datgene dat wij een aantal jaren geleden ook deden, constructief te kijken welke effecten heeft een vertrouwen wat wij toen hebben gegeven, nu gehad. En ik denk dat het redelijk is, en ik moet naar het college kijken, om daar dan ook op terug te grijpen. als ik hoor, en wij horen het te inspreken, maar we hebben het ook gelezen en we hebben al een aantal keren met u gesproken. En ik heb waardering voor de wijze waarop u dit doet. U bent transparant, u stuurt een brief, u vertelt me welke problemen u zit. En dat het u niet gemakkelijk wordt gemaakt, ook niet bij de directeuren die u reeds heeft aangesteld. En inmiddels daar ook weer uitdaging mee heeft, heb ik begrepen. Dat maakt het werk voor de Raad van Toezicht er niet makkelijker op. Laat het helder zijn, want u moet in een organisatie als deze ook een voortrekker in de organisatie hebben die, nou, zaken voor u verbetert, werk voor u verzet. Dus wat mij betreft en wat ons betreft heeft u echt een zware job. En daar vind ik ook dat wij rekening mee moeten houden. Ik vind ook dat wij aan de kaderstellende kant de verplichting hebben als raadsleden om tegen het college te zeggen. En het college heeft, en u neemt waar mevrouw Van Abma, maar het college heeft echt harde toezegging gedaan. En voor zover de raadsleden hier zitten, weten we dat ook. En dat moet een effect hebben in de komende gesprekken die u met de Raad van Toezicht heeft. Ik vind ook dat het college daar een voortrekkersrol in moet bewandelen. Naast de aanbeveling in ICS heeft mijn fractie u vanavond op een tweetal punten aangetoond waar mogelijkheden zitten. En ik vind dat het onze taak is om die kaderstelling bij u weg te zetten. En het is uw werk om die effecten ook uit te werken. Ik heb er voldoende vertrouwen in dat dit college daar nog mee aan de gang gaat. En ik heb er ook best vertrouwen in dat het komende college dit dan ook zal overnemen en dat we met elkaar in 2018 zorgen voor een goede balans. Maar ook voor de lange termijn met de Raad van Toezicht tot afspraken kunnen komen. Zodat er, en dat hoor ik ook vanavond, rust is voor de lange termijn. Er mogen best schommelingen zijn, er kunnen tegenvallers zijn, er kunnen zaken die onvoorzien zijn. Nou, daar vind ik dat we als raad daar wat van moeten vinden. Dan komt dat bij ons terug. Maar vooralsnog, voorzitter, doe ik een eerste beroep in deze tweede termijn en ook een plicht die leg ik bij het college neer zoals ik u dat net heb uitgelegd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smelt. Dan ga ik door naar de CDA-fractie, de heer Kerkdijk. Dank u, voorzitter. Ik zal het kort houden in de tweede termijn. De CDA-fractie overweegt wanneer de behandeling in de raadsvergadering doorgaat, afhankelijk van de steun natuurlijk van de collega's, met een motie of een amendement te komen op 3 thema's. Al dan niet inbouwen van de bedrijfskantoren en algemene kosten in het exploitatiemodel. Een onderzoek naar de herfinanciering van de hypotheek. Wij kijken er toch iets anders tegenaan, dus die discussie zouden we graag willen voeren. En een benadering rond de bijdrage, al dan geen bijdrage voor de Stichting Theater Twenterand in lijn met de raadsmotie van 3 november 2015. Het zal ook afhankelijk zijn van de beantwoording van het college op een aantal vragen, maar ik denk dat het goed is nu alvast aan te kondigen dat we op deze 3 thema's graag met de collega's van gedachten zouden willen wisselen in de komende weken. Dank u. Dank u wel, meneer Kerkwijk. Ga ik door naar de GPT-fractie, de heer Paters. Voorzitter, dank u wel. Dank aan de wethouder voor haar toch wel volledige beantwoording. Ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is om juist op zo'n dossier waar te moeten nemen. En dat het onmogelijk is om bijna alles even snel tot je te nemen. Dus dank daarvoor en ook dank voor de toezeggingen die gedaan zijn. En de uitwerking daarvan bepaalt ook voor een deel hoe wij hier verder mee gaan. Want we zien aan de ene kant dat er een besluit genomen moet worden. De heer Laman refereerde daar al aan voor wat betreft de accountantsverklaring. Maar aan de andere kant proef ik toch ook wel bij een groot gedeelte van deze raad van ja, maar we moeten toch ook een keer structureel de boel aanpakken en oplossen. De motie of amendement zoals de heer Kerkwijk aankondigt ligt voor een deel in lijn met wat wij vanavond ingebracht hebben. Dus we kunnen elkaar daar vast op een x-moment in vinden, afhankelijk inderdaad van de beantwoording van het college. Dus wij gaan daar naar kijken, mocht daar iets van komen. Ik hoop dat de wethouder, via u wil ik vragen of de beantwoording, nou ja, ik zal niet zeggen binnen een week, ik wil er geen termijn aan hangen. Maar geef ons tijd om ook even dat tot ons te nemen voor de raadsvergadering en om dan eventueel nog moties of amendementen en dergelijke voor te kunnen bereiden. Want wij zien wel dat er nu wat gebeuren moet, maar wat nu voor ligt is wat ons betreft niet voldoende. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paters. Nou, er zijn door de heer Reuskes 2 opmerkingen gemaakt die niet beantwoord zijn. Ik kijk de wethouder vanavond daar nog kort op kan reageren. Voorzitter, dank. Eigenlijk zijn er niet echt vragen gesteld, meer eigenlijk ook een herhaling even van standpunten of benadrukken van een aantal punten die de fracties belangrijk vinden. Het college heeft in ieder geval heel goed geluisterd dat u allemaal ook eigenlijk in brede afstemming met elkaar zegt van een structurele oplossing is belangrijk. Ik denk ook dat het college dat ook deelt met u en ongetwijfeld zullen de mensen van Het Punt dat ook helemaal met u delen. De heer Smelt geeft al aan, heel nadrukkelijk van nou neem ook die twee oplossingsrichtingen mee die u hebt aangegeven. En de heer Kerkdijk die kondigt vast een motie op 3 punten aan, ook mede een beetje afhankelijk van de schriftelijke beantwoording. Nou, uiteraard zullen we ons uiterste best doen om u zo snel mogelijk te informeren ook met de beantwoording, omdat wij ook snappen dat u daar graag op een goede manier mee verder wilt. Voorzitter, volgens mij... Er zijn in tweede termijn door de heer Reuskus 2 vragen nog herhaald die hij in eerste termijn gesteld heeft en die niet beantwoord waren. Het ging over het incident, ja, mogelijke incident en ja, over de gezamenlijke samenwerkingen. Dat klopt eigenlijk, zeg maar... De heer Reuske die zegt ook van, ik zou liever niet weer een incident willen over dit punt. En eigenlijk is dat ook hetzelfde dat je ook vraagt van, nou zorg nu voor een structurele oplossing. Nou, dat delen meerdere fracties met u. En de heer Reuske geeft ook nog de suggestie van, kijk eens of je in het gemeentelijk vastgoed, zeg maar, of je daar synergievoordelen met elkaar kunt halen. Nou, dat is zeker iets wat we zullen gaan doen of wat we eigenlijk ook al doen, maar waarschijnlijk kan het nog wel beter. Dus dank daarvoor. Dank u wel, wethouder. Dan sluit ik in ieder geval dit onderwerp af. Het mag duidelijk zijn dat we dit naar de bespreekagenda doen. Ik dank de mensen, de bezoekers van de punten in ieder geval voor hun inbreng en hun interesse. En we hopen u binnenkort weer te zien bij de afronding van in ieder geval dit onderdeel van de discussie. Wordt vervolgd. Sorry, we gaan door naar punt 6. Dat is de afwegingskader voor woningbouwinitiatieven en ruimte voor kwaliteit. Daar hebben zich ook alle fracties van aangemeld die er aanwezig zijn. En ik stel voor dat we bij de GVD-fractie, de heer Patels, beginnen. Voorzitter, dank u wel. Ik kan mij zo voorstellen dat dit onderwerp wat sneller klaar zal zijn dan het vorige. Het rapport wat er ligt is een uitstekend rapport wat ons betreft. Het brengt helder in kaart wat de problemen zijn, maar het brengt ook, en dat is denk ik veel belangrijker, helder in kaart wat de kansen zijn. En we merken dat er een aantal dingen benoemd worden. Eén vraag concreet aan de wethouder is dat er gesproken wordt over afwaarderen en periodes van 3, 4 jaar afhankelijk van planschade en dat soort dingen. Ik zou de wethouder willen vragen om bij de uitwerking van het kader dit ook voor de raad in beeld te brengen. Met daarbij de opmerking dat ik mij voor kan stellen dat dit wellicht wat marktgevoelige informatie is. En ik zou mij ook voor kunnen stellen dat we daarover bijvoorbeeld vertrouwelijk bijgepraat worden. Daar zou ik op zich geen problemen mee hebben. Maar dat er op bepaalde plekken afgewaardeerd moet worden is helder en daar moeten we wat mee. Een van de grootste bedreigingen die wij als gemeente Belangen Twenterand zien, is de krimp die eraan komt als we niks doen. En die krimp die biedt niet alleen bedreigingen, maar die biedt zeker ook kansen. En dat lezen we ook in dit afwegingskader, dat Twenterand meer mensen kan binden met het juiste bouwprogramma. En dat betekent dus dat er voor nu, maar ook voor 8, 10, 12, 15 jaar, ook voor ons een uitdaging ligt om hier goed over na te denken van, maar wat hebben we dan nodig? En niet alleen maar bouwen om te bouwen, niet alleen maar bouwen omdat er toevallig een ontwikkelaar is die zegt van ik kan hier 12 appartementen bouwen en dat ziet er allemaal fantastisch uit. Maar ons steeds de vraag blijven stellen, is dit nodig? En belangrijker nog dan, is dit nodig op deze plek en in deze kern? Want ook dat wordt duidelijk uit dit rapport waar per kern de kansen en bedreigingen liggen. Dus de krimp, dat zou wat ons betreft een terugkerend thema moeten worden. En dat gaat niet alleen over wonen, maar dat is echt een overstijgend thema. Maar dat komt hier ook terug. Een van de meest bijzondere dingen die mij opviel in dit rapport is dat er gezegd wordt van nou, begin nou eens per kern als er een initiatiefvoorstel is. Daar wat bijvoorbeeld jongeren betreft, jongerenhuisvesting, we hebben het hier vaker over gehad met elkaar. Begin nou eens om per kern 1 aanvraag te honoreren en die is te toetsen en te kijken hoe het gaat. Werkende weg leren zou je bijna zeggen. Ik zou de wethouder willen vragen om met dit in het achterhoofd te kijken naar plannen die in het recente verleden gepresenteerd zijn. En of daar wellicht mogelijkheden zijn om opnieuw in gesprek te gaan en dat nieuw leven in te blazen. Om zodoende ook samen met deze en een volgende raad te kijken wat het ons oplevert. Wij kunnen instemmen, voorzitter, met het afwegingskader. Helder en goed rapport. Dat was het in eerste termijn. Dank u wel, meneer Paters. Dan ga ik door naar de CDA-fractie, de heer Wessels. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dank voor het marktonderzoek en afwegingsanalyse. Dit helpt ons, denk ik, de juiste beslissingen te nemen voor nu en voor de komende raadsperiode. Wonen is erg actueel momenteel. De rente is laag, de huren zijn hoog. En dat hebben wij als CDA-fractie ook gemerkt met onze gesprekken in de bijeenkomsten van Wonen 2022. Trends uit het woningmarktonderzoek zijn: er zijn meer kapitaalkrachtige ouderen en die niet in aanmerking komen voor sociale huur. Weinig vraag naar huurappartementen, wel naar levensbestendige woningen en de vraag naar koopappartementen lijkt verzadigd. En de woningzoekende maakt de keuze voor een nieuwbouw in plaats van bestaande bouw. En hoe spelen we als gemeente hierop in? Moeten we nog wel bouwvergunningen en behandelingen nemen die haak staan op deze trends? Ziet diverse aanvragen binnen onze gemeente voor appartementen? Hebben we voldoende mogelijkheden om aan deze behoefte te voldoen? En gaan we ten koste van leefbaarheid onze groene longen verstenen binnen alle kernen? Wij staan voor het behouden van groen binnen onze woonkernen, voor de leefbaarheid. Dus mogelijkheden zoeken buiten de kernen. Waar in de kernen ruimte is, mag het, maar anders zoeken buiten de kernen. Bouwen opnieuw te ontwikkelen en met name in Friezenveen of bestaande bestemmingsplannen in de overige kernen. Bouwen in de kernen waar behoefte is. Inwoners zijn niet altijd bereid om te verhuizen naar andere kernen. Nieuwe plan voor de Friezenveen ontwikkelen, eventueel door verschuiving van harde en zachte bestemmingen vanuit andere kernen. Het afwegingsschade wat we hier vanavond bespreken, tweejaarlijks heroverwegen, op basis van de behoefte per kern. We kunnen geen behoefteplan vaststellen voor 10 jaar. Dat kan wijzigen. Met name voor West-Raaf-Friezenveense wijk staat in de analyse, naar onze mening, een te kleine behoefte. Daar staat iets van 0 tot 25 woningen voor de komende 10 jaar. Als ik de woonvisie 2015 zie, dan zie ik dat staat ongeveer 70 woningen tot 2020. Dus dan vraag ik me af, waar komen die getallen weg? Wanneer het in een wijk niet wil vlotten met de verkoop van kavels, invulling heroverwegen. Als ik zie van hoe het is in de Kruidenwijk van West-Raaf-Friezenveense wijk, dan zou misschien gekeken moeten worden, kunnen we op dat gedeelte, op het noordelijke gedeelte, andere woningen bouwen. Net zoals we gedaan hebben in de Garvenzingel. En we zien ook dat de behoefte voor bestaande huurwoningen gering is. Want vanavond lazen we in de krant in Tubantia dat de gemeente Wierde heeft besloten om samen met de woningstichtingen 50 woningen af te breken en daar nieuwe woningen te bouwen. Misschien moeten wij ook wel in Twenterand zover gaan dat we in overleg gaan met onze woningstichtingen en zeggen van oude wijken die moeten misschien gesloopt worden, afgebroken worden en dan kunnen daar nieuwe woningen of koopwoningen of huurwoningen gebouwd worden. Want zoals te lezen is in deze analyse, de koper en de huurder heeft behoefte aan een nieuwe woning en die wil niet meer kostenbelast worden op dat moment als ze een oude woning kopen. Goed, de CDA-fractie is voorstander van een helder afweringskader. Ja, niet realistische bestemmingen die niet passen in de behoefte tijdelijk wegbestemmen, staan wij ook voor. Het na een bepaalde periode wegbestemmen kan ook een middel zijn, misschien tegen een verpopering. Want nu blijven soms plannen, en dan kijk ik toch even West-Raaf-Friezenveense wijk, Trio-gedeelte, wat al heel lang ligt en waar misschien wel mensen wachten op dat ze daar mogen bouwen. En het blijft maar staan en het is verpauperd. We hebben nog enkele vragen voor het college. We vragen ons wel af hoe dat wegbestemmen gaat bij nieuwbouwwijken. Gelden daar andere regels voor? Mogen wij ook een nieuwbouwwijk, wanneer het niet gebouwd wordt, kunnen we dan ook wegbestemmen? Kunnen we wat wegbestemd is, na een aantal jaren opnieuw inzetten in andere kernen? Kunnen het wegbestemmen ook eventueel ambtelijk of politieke toezeggingen ongedaan gemaakt worden? Want ik kan me voorstellen dat er ambtelijke toezeggingen zijn van daar mag gebouwd worden. En dan kunnen we ook zeggen, die toezegging is wel geen vergunning, geen zachte vergunning, maar kunnen die ook wegbestemd worden? Ik denk daar hierbij ook aan het trio-terrein te Westeraar, Friezenveense wijk. Voorzitter, dit is onze inbreng met betrekking tot dit punt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wessels. Dan kijk ik naar de ChristenUnie-fractie. De heer Veuring, aan u het woord. Voorzitter, leden van de Raad en anderen. Vanavond buigen we ons over bouwen van allerlei soort woningen. Waar behoefte aan is, daar moet voor gebouwd worden. We gaan niet voor leegstand bouwen, dat is vanzelfsprekend. Maar in Twenterand is voldoende vraag naar verschillende woningtypen. In de ene kern is wat meer behoefte dan in de andere kern. Dat blijkt ook wel uit het onderzoek. In de ene kern is wat meer ruimte klaar om te bouwen dan in de andere kern. Samen moeten we tot de conclusie kunnen komen waar en wat er gebouwd gaat worden. Ook zullen de plannen aan verandering onderhevig kunnen zijn, zoals ook in Vroomshoop bleek en waar de plannen ook bijgesteld zijn. Veel ruimte is er nog in Vroomshoop, ook in Oost. We vragen ons af of het ook mogelijk is om in Oost wat te schuiven richting de Oranje School, zodat daar de bouwontwikkeling kunnen plaatsvinden en er werk gemaakt kan worden aan een achteromsluiting van de Oranje School, zodat de twee vliegen in één klap gevangen kunnen worden. Wat betreft Westeraar zijn er geen problemen met oppervlakken van bouwgrond, maar om wat weg te poetsen lijkt ons ook niet goed. Nu de schuine weg verhard is en niet meer stuift, kan dat geen reden meer zijn om daar niet te gaan wonen. Dus misschien schept dat nog wat mogelijkheden. Want toen was er ja, maar dan wil niemand wonen dat zo stuift. Stuiven is afgelopen. Voor wat betreft Den Ham zien we graag dat de ontwikkeling op het Smidhoekterrein voortvarend opgepakt gaat worden. En dan graag ook voorzien in appartementen, dicht bij de kern en voorzieningen. We kunnen ook al meldingen maken van een project wat daar eventueel gaat gebouwd worden, onder andere met het molenmodel. Ook in de Zuidmaarten raakt de bestemde bouwgrond bijna uitgeput, maar daar is nog plek om verder te ontwikkelen. Welk tijdspad hebt u daar in gedachten om daar verder te ontwikkelen of te bestemmen? Volgens de marktontwikkelingen voor jongerenhuisvesting, staters en appartementen, dat vraagt allemaal nieuwe ontwikkelingen. Ga ermee bezig. Voor Friesveen zijn er op dit moment geen grote bouwmogelijkheden. Hoe pak je dat aan om hier in de behoefte te voorzien? Er ligt een hele mooie uitdaging om bij de realisering van het zwembad de overige gronden te bestemmen als woningbouw. En dan op alle gebieden een duurzame wijk van te maken. Kortom bij de houden, genoeg werk aan de winkel voor u en om over te dragen aan uw opvolger. Dank u wel, meneer Veuring. Ik ga door naar de SGP-fractie. De heer Bossers. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook met belangstelling kennis genomen van dit afwijkingskader. En bij nauwkeurige bestudering zijn we toch tot de conclusie gekomen dat wij daar ja, eigenlijk in mee kunnen gaan. Het geeft wat trends weer, wat huidige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, er wordt steeds gesproken over appartementen boven winkels. Maar je ziet in dit rapport komt het uiting dat men juist grondgebonden appartementen wil. Nou, dat is een heel opzienbarende conclusie weer. Wisten we natuurlijk al wel, dat hoorde je wel uit de praktijk. En zo geeft dit afwegingskader toch wat mogelijkheden aan dat we niet moeten verstarren. Dus mijn fractie is content met dit afwegingskader. En wij kunnen ook instemmen met de inhoudelijke en de conclusies, maar ook met de procesconclusies. En ik ga verder niet in de details zoals het trio-terrein en noem maar op. Dat vind ik nu niet nodig. In de grote lijnen kunnen wij mee akkoord gaan. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Bossers. Dan ga ik door naar de fractie Laman. De heer Laman, hemzelf. Dank u. Ja, de primo-cijfers vallen hoger uit dan door de provincie vastgestelde prognose. De prognose van circa 500 woningen waar nu mee gewerkt wordt en door de provincie is vastgesteld, is een stuk lager dan de prognoses van 2016 en 2017. Deze komen uit op respectievelijk 564 en 592 woningen voor de komende 10 jaar. De vraag voor de komende 10 jaar bedraagt nu al zo'n 100 woningen meer. We zijn uit de recessie en de markt trekt weer aan. Hier moeten we als gemeente adequaat op inspelen. Zoals in het rapport valt te lezen, hebben we nu al tekort op de ontwikkelingsmogelijkheden in Friezenveen en gaan de inwoners over de gemeentegrenzen kijken. En als de gemeente zelf niet voldoende ontwikkelingsmogelijkheden heeft, werken we zelf krimp in de hand. En dat is iets waar ik telkens al voor gewaarschuwd heb. En ik kan mijn bijdrage eigenlijk van vorig jaar ook weer gewoon voorlezen. Ik ben daarom blij met het woningmarktonderzoek in het afwegingskader Ruimte voor kwaliteit. Dit rapport kan ik eigenlijk volledig onderschrijven. De gemeente Twenterand kan meer inwoners binden door het juiste woningbouwprogramma aan te bieden. Een passend programma per dorp, welke moet zorgen voor variatie en continuïteit. Van goedkoop tot duur, van huur tot koop, statuswoningen, traditionele gezinswoningen en levensbestendige woningen. Projectwaardig, maar ook door de particuliere opdrachtgeverschap. Een gelijkmatige bouwstroom is noodzakelijk wanneer we het passend woningproduct niet op tijd beschikbaar hebben. Kiezen de mensen vroeg of laat toch voor een alternatief elders. En dat moeten we voorkomen. Onze dorpen moeten leefbaar houden en de voorzieningen kunnen we op die manier betaalbaar houden. Naast de kleinere particuliere locaties moet minstens een grote ontwikkellocatie per dorp zijn, waar de gemeente en de regie voor samenstelling en fasering zorgt. Het rapport onderbouwt er op dit moment, dat er op dit moment in Friezenveen te weinig bouwlocaties zijn. En op korte termijn daar zeker en voor de lange termijn helemaal. Hier moeten we aan de hand van dit rapport adequaat op inspelen. Het is jammer dat we vorig jaar zonder goed onderbouwde visie nog woningbouwgrond hebben verkocht. Ik ben het eens met het stappenplan uit het rapport, waarbij de nadruk op de volgende stappen wil leggen. Het kritisch inventariseren van toegevoegde waarde van ons huidige woningbouwprogramma, waarbij in het in Friezenveen, Vroomshoop en Den Ham zaak is om grotere bouwlocaties voorwaardend tot ontwikkeling te brengen, met het oog op continuïteit in de woningbouw. Wethouder, ga met de Primo-cijfers, de uitkomst van de woningmarktonderzoek, het afwegingskader wat nu voor ligt, neem dat in de hand en ga in gesprek met de provincie, eventueel met de andere Twentse gemeenten, om te zorgen dat Twenterand meer speelruimte krijgt in de woningmarkt en zodat we meer woningen kunnen bouwen in de toekomst. Het woningbouwprogramma wil ik afsluiten, voorzitter. Het woningbouwprogramma mag niet de oorzaak zijn dat we krimp krijgen in Twenterand. Dat moeten we ten alle tijd voorkomen. Dus wethouder, succes met de gesprekken en zorg dat we meer woningen in Twenterand mogen bouwen en zeker gaan bouwen. Dank u wel, meneer Laarman. Dan ga ik door naar de laatste fractie, de fractie van D66, die van de Kozijnen. Dank u wel, voorzitter. Ja, met name eens met de voorgaande sprekers. Vooral dit kader biedt een kwalitatief impuls voor kwalitatief bouwen in de gemeente Twenterand. Dit kader geeft vooral aan om te gaan draaien aan knoppen, zeg maar, en schuiven in de woningvoorraad. In de ene kern een plusje, in de andere kern een minnetje. En om uiteindelijk op die 70 woningen uit te komen over een aantal jaar die te veel geprogrammeerd zijn. Ik hoorde Gerrit Laarman zeggen over de nieuwe Primo-cijfers. Daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe de portefeuillehouder die interpreteert en of die ook met de provincie besproken zijn in dit woningbouwprogramma. Want dat laat dus ruimte over. 570 woningen voor Twenterand. Terwijl je eigenlijk, wat Gerrit ook terecht beaamt, 594 woningen in dit woningbouwprogramma ook zou kunnen enten. Kijk, en dan heb je in één keer weer speelruimte. Dus ik ben benieuwd hoe daarnaar gekeken wordt. Voor de rest, even kijken. Gerrit Laarman even vragen. Laten we dat eerst maar even afhandelen. Met Gerrit bedoelt u meneer Laarman, denk ik. Meneer Van der Kozijnen? Ja, dat hoorde u mij toch ook zeggen, volgens mij. Ja, ik zei dus, die Primo-cijfers waren 594, maar er was ruimte. Er moet ingeteerd worden op 70 woningen over een bepaalde periode, omdat de provincie Overijssel waarschijnlijk oudere Primo-cijfers interpreteert. En er zijn nieuwere Primo-cijfers waarschijnlijk, die zijn er. En of we daar al mee mogen werken, want ik vind wel dat de provincie daar wel wat flexibeler in mag zijn, zeg maar. En dan kun je ook wat ruimer met dit kader werken. Even kijken, met name dan het programmeren bijvoorbeeld van 25 woningen in fase met Friezenveen. Ja, daar kan ik wel wat in vinden. Er is ruimte daarvoor. Ook het paraplu-bestemmingsplan bijvoorbeeld om het zwaard van Damocles boven bepaalde bestemmingen te hangen. Om te zeggen van jongen, realiseer die bestemming nou, ga nou een functiewijziging aan. Daar kan ik helemaal mee instemmen. De privaatrechtelijke kanten, daar weet ik even niet zo scherp. En natuurlijk, dat heeft ook te maken met persoonsgebonden gegevens die niet zomaar gepubliceerd kunnen worden. Dus daar kunnen we het nu ook niet over hebben. Maar er zijn locaties waar we problemen mee hebben om die vlot te trekken. Waar de gemeente zelf gronden in bezit heeft, en dat zeggen ze ook met het verdienmodel volgens mij, met name ook waar we eerder ook over hebben gehad, de bibliotheek en de Juliana-school in Westerhaar. Ja, daar zou je dus in principe al wat mee kunnen doen. En voor de Gooi dat is de Marijkenschool. Marijkenschool, excuses. Ja, we zitten toch een beetje in het blauwe gremium, zeg maar. Marijkenschool is een andere dochter. Moeder, dochter, relatie, kleindochter, relatie. Ik ontspoor helemaal, voorzitter. Ja. Ik stop hiermee. Voordat het hele koninklijke huis afwandelen, dat lijkt me niet zo goed. Ja, we hebben toen een motie ingediend. Die hebben we aangehouden trouwens, die hebben we niet ingediend. Of teruggetrokken. En dat ging over de Marijkenschool en de bibliotheek, over collectief particulier opdrachtgeverschap. Gerrit Laarman noemde het net al, collectief particulier opdrachtgeverschap. Volgens mij is dat een hele leuke win-win om te kijken van of je in een behoefte voorziet. Want zet ze in de markt, verkoop ze en kijk naar een aantal wooneenheden die je kunt realiseren. En ja, misschien dat ik opnieuw de motie weer in moet dienen straks tijdens de raadsvergadering en dat ik ze met jullie deel. Want ik denk dat die toch een toegevoegde waarde heeft voor dit kader. En dat we snel klappen kunnen slaan. Want klappen kunnen maken, excuses. We beginnen helemaal... En dan met name richting ons verdienmodel. Want als wij die woningen vervreemden, of de Marijkenschool en de bibliotheek vervreemden, dan hebben we ze van onze balans. En dan hebben we weer geld in het laadje. Want zo goed staan we er op dit moment ook niet voor. Dus daar wil ik het even bij laden, voorzitter. Nou, staat u natuurlijk altijd vrij om moties in te dienen, meneer Van der Kozijn. Ik vraag de wethouder voor zijn reactie. Er zijn een aantal, met name veel opmerkingen gemaakt, maar ook een aantal vragen. Nou, op de eerste plaats ben ik blij dat het afwegingskader breed gedragen wordt door u allen. Ik denk dat er een goed stukje werk is geleverd. Het is ook een goed voorbeeld van... enerzijds de eigen ambtelijke inzet in combinatie met de expertise van een gerenommeerd bureau KAW. Het is geen makkelijke opgave. Het is wel iets waarvan ik vind als wethouder, wonen in dit geval, het is wel een voorbeeld van, we willen als college ook zaken op een goede manier afronden. Dit afwegingskader biedt voor ons voldoende perspectief of kader om alle plannen, met name zowel zacht als hard, kwalitatief te gaan beoordelen. Daar horen ook de twee locaties bij die net vanuit de heer Kozijnen zijn genoemd. Daar horen ook de excessenlocaties bij, zoals ze door het CDA zijn genoemd. Alle plannen, maar ook de initiatiefvoorstellen, zoals de heer Paters aangaf, van kijk daar nog eens naar, durf daarmee te spelen. Op het moment dat er een goed initiatief is, biedt dit afwegingskader ook de mogelijkheid zeg maar, om die hoogelijk te waarderen of naar voren te halen. Dan ga ik even naar de vragen toe. Primo's. De provincie die gaat uit van de prognose per 1 januari 2017, waarbij ze een middeling heeft gemaakt van de laatste 5 Primo's-prognoses. Dat doen ze ook bewust, want anders krijg je elk jaar dezelfde discussie. Want elk jaar worden die Primo-cijfers weer aangepast. Dus je moet wel een beetje een beeld hebben op middellange termijn. Daarna speelt ook het feit, we hebben altijd gezegd in de woonvisie, we gaan voor 100% programmeren. Dat is op zich al vrij hoog. Waarom zeg ik dat? Op het moment dat je gaandeweg de rit ook nieuwe plannen op tafel krijgt, die op zich goed zijn, een goed zachtplan, moet je daar ook ruimte voor creëren. Dus de meest ideale situatie zou zelf onderprogrammering zijn. Maar goed, daarvoor hebben we niet gekozen. We gaan voor 100% programmeren en dat willen we per kern zo goed mogelijk invullen. Het is dus niet zo, we gaan bij Westerhaar wat weghalen omdat we het in Friezenveen willen laten landen. Nee, we kijken per kern naar alle harde, zachte plannen. We kijken naar de behoefte per kern. En als dan uiteindelijk blijkt dat onder de streep inderdaad... zeg maar dat je een overschot zou hebben, dan zou je ook de conclusie kunnen trekken, omdat wij toch als totaal worden gezien. Van dat en dan in de feitelijkheid is het wel zo, dan lijkt het of je bij Westerhaar, Friezenveense wijk wat afpakt. Nee, dat doe je niet. Je kijkt eerst of de voldoende woningen de komende tijd en ook van het juiste woningtype worden gebouwd. Daar kijk je eerst naar. Dus niet automatisch van... En dan zou je het ook andersom kunnen doen. Eerst overhevelen en dan gaan we wel kijken waar ze dan in Friesveen landen in dit geval. Dat is niet de bedoeling. Ik kan het toch niet nalaten. Fractie Laman, als de VVD hier nog had gezeten, hadden ze hetzelfde gezegd. Ik ben niet van mening, ik vind het terecht dat we die 9 hectare hebben verkocht. Niet alleen omdat we afscheid hebben genomen van actieve grondpolitiek, dat vind ik niet het sterkste argument. Wij zullen nooit in deze grote aantallen, als we al gaan voor een uitbreidingslocatie in Frieseveen, dan zal dat een beperkte zijn. En wellicht is het zwembad, op het moment dat dat vorm gaat krijgen, zouden we ook, hetgeen u gezegd heeft, een goede oplossing kunnen vinden voor die 15.000 meter. Dat hebben we nu nog niet gedaan, omdat we eigenlijk, we gaan eerst kijken of het zwembad in Noordland, dus we hebben op dit moment nog geen plannen, maar goed, het zou een suggestie kunnen zijn. Maar dan nog moeten we eerst alle harde en zachte plannen tegen het licht gaan houden. Daar zijn we nu ook al mee bezig, dus we wachten ook niet helemaal af tot u het besluit genomen heeft. En het huidige college zou ook graag dat, zeg maar, dat willen afronden. En wat er dan vervolgens in de nieuwe raad mee gebeurt en in welke vorm, of dat door middel van een zienswijze, dat ben ik nog niet helemaal uit van. Eigenlijk als het de afwegingskader de basis is, nou, dan komt er uiteindelijk per kern komt daar wat uit. Maar goed, aan de andere kant, de raad is ook in beeld op het moment dat een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, om voorzienbaarheid te creëren. De raad is in beeld op het moment dat de paraplubestemming er moet komen. En ik zou er ook niks op tegen hebben, omdat dit toch een gevoelig thema is, dat we juist wel de raad door middel van al dan niet via een zienswijze, zeg maar, het eindproduct kunnen afscheiden als college en dat de nieuwe raad daarmee verder kan. Prima, voordat u naar het volgende onderwerp gaat, meneer Lama wil even een interruptie. Ja, we zijn nog geen jaar verder. We hebben vorig jaar afgewaardeerd. We hebben dit jaar, eind van vorig jaar, begin vorig jaar die woonvisie vastgesteld. En dan komt er een woningbouwonderzoek, woningmarktonderzoek, met dit kader. Achter dit kader sta ik volledig. Maar die spreekt toch weer heel anders dan bij vorig jaar, wat vorig jaar aan de orde was. Wat dat betreft ben ik het niet met u eens. Ik vind het jammer dat wij toch die gronden hebben afgestoten. Misschien waren we niet alle 9 hectare nodig, maar zeker zijn we een aantal hectares nodig. En het is jammer dat je ze nu weer moet aankopen. Dus wat dat betreft ben ik het totaal niet met u eens. En vind ik het jammer dat we deze volgorde hebben toegepast. En we hadden liever, ik had liever gezien dat we een andere volgorde hadden toegepast. En dan wel een gedegen, op juiste manier aan een grond hadden afgesloten. Meneer Laman, ik begrijp uw interruptie, maar de wethouder gaf al aan, ik maak de opmerking toch. Ik denk dat de wethouder dat niet had moeten doen, dat u interruptie niet hoeft te doen, want ik vind dit niet een onderwerp is wat bij dit onderwerp past. Ik stel voor dat u dat gewoon even met z'n tweeën op een ander moment uitspreekt. En wethouder, aan u het verzoek om zich bij het onderwerp te houden. Ja, dat klopt, maar de vraag was wel, de opmerking werd wel gemaakt. Maar goed. Dus het eindproduct gaat uw kant op. Wij zijn al aan de slag. Het zal niet makkelijk zijn. Eind dit jaar worden in Twente de nieuwe prognoses vastgesteld. Dat gebeurt uiteraard ook weer in overleg met de provincie. Maar uiteindelijk gaat het om dat we elke kern een goede mix van, en dat kan zowel zijn inbreiding als uitbreiding, willen realiseren. Waarbij we ook heel nadrukkelijk kijken naar bepaalde doelgroepen, waaronder starters. En waarin ook nadrukkelijk levensloopbestendige woningen, als bijvoorbeeld in de Smidhoek in Den Ham, hun plekje zullen krijgen. Dus daar komen we op terug. Even zien. Ja, afwaarderen is met name aan de orde op het moment dat het om onze eigen gronden gaat. En voorzienbaarheid creëren is met name op het moment dat particuliere initiatiefnemers, bijvoorbeeld met harde plannen, die moet je dan een voldoende tijd gunnen op het moment dat je voornemens bent om die plantitel eraf te halen door middel van een bestemmingsplanwijziging, dat ze ook daar tijdig op kunnen reageren, zodat je niet met een schadeclaim komt. Even zien. Ja, er was nog een vraag gesteld over de huurwoningen en de mogelijke sloop. We weten dat Mijande Woningen plannen heeft, onder andere in Westerhaar, voor een, ik dacht, bijna 200 woningen. Dat wil niet zeggen dat ze alle 200 gesloopt gaan worden. Daarin zullen meerdere varianten aan de bewoners worden voorgelegd. Dus het zou kunnen dat een aantal daarvan gesloopt gaan worden, maar ook een aantal met een pakket duurzaamheidsmaatregelen opgewaardeerd worden tot een woning die, zeg maar, de komende 30, 40 jaar weer mee kan. Dus in die zin, en dat is ook, heeft ook in Friezenveen plaatsgevonden, hebben wij een hele actieve woningstichting die op dit moment met name heel actief is om de duurzaamheidsopgave zo snel mogelijk te realiseren. Even zien. Volgens mij ben ik er wel doorheen. Ja, en inderdaad, die dreiging van de krimp, die moeten we afwenden. Dus laat dat helder zijn. En daar biedt dit een hele goede basis voor, denk ik. Dank u wel, Werdadder, voor uw beantwoording. Ik kijk even rond of de behoefte is aan een tweede termijn. Meneer Wessels. Alleen de CDA-fractie heeft een behoefte. Meneer Wessels. Ja, dank u, voorzitter. Ik wil toch nog even ingaan op het wegbestemmen en de ruimte die er voor eventueel Friezenveen is. Ik heb in de stukken gelezen dat het wegbestemmen van de bestemming ongeveer 4 jaar in beslag neemt. Wanneer? Op dit moment is er een behoefte voor de komende 10 jaar voor Friezenveen van 225 woningen. Mijn vraag is toch wel van, komen we niet in de problemen dat wij in Friezenveen voldoende ruimte hebben om woningen te bouwen? En dat is toch een beetje mijn zorg, want ook het overzicht wat we nodig hebben misschien van welke harde en zachte bestemmingen zijn er beschikbaar in Friezenveen. In andere kernen weten we dat redelijk goed in verband met nieuwe plannen, maar omdat in Friezenveen geen nieuwe plannen meer zijn, zou het ook heel goed zijn, en volgens mij hebben we dat ook in eerdere vergaderingen ook al eerder gevraagd, van, om daar inzicht te krijgen van welke bestemmingen zijn nu in Friezenveen al bekend en kunnen we echt die woningen gaan bouwen. Want het is echt de zorg, want over 4 jaar dan, 4 jaar wachten op een bestemmingsplan wegbestemmen is te lang, denk ik. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Wessels. Wethouders ook daarna korter kunnen reageren. Ja, even los van het wegbestemmen. We hebben natuurlijk een aantal grote uitbreidingslocaties. Het kan ook best zijn dat de uitkomst gewoon is, omdat de verwachte vraag en het werkelijke aanbod niet zo significant afwijkt, dat je gewoon kunt volstaan met dat je een aantal harde bestemmingsplannen wat naar achteren schuift. Dus het is niet zo dat je dan automatisch die bestemming eraf hoeft te halen. Dat zou een oplossing kunnen zijn. En die 3-jaartermijn geldt volgens mij met name voor voorzienbaarheid creëren op het moment dat je zeg maar een hard bestemmingsplan wat van bijvoorbeeld een projectontwikkelaar is, de titel eraf haalt, dan geldt die 3 jaar. Dus de vraag is of we in dat soort trajecten terechtkomen. Ik denk wel bij panden waarvan we vinden dat ze eigenlijk een andere bestemming moeten krijgen of voortgang geboekt moet gaan worden, dan zou die discussie kunnen gaan. Maar ondertussen is er, denk ik, voldoende ruimte, ook in Friezenveen. We hebben bijvoorbeeld een plan bij de groepen van plus-minus 20 woningen, ik noem er zomaar eentje. We hebben nu een nieuw plan voor de voormalige postkantoren, ligt nu op ons bureau. We weten dat bij het politiebureau al verregaande plannen zijn. Zo noem ik er zomaar even wat in Friezenveen alleen maar al op. Dus ik denk dat we voldoende op tijd zijn, maar ook tijd hebben om dat op een goede manier te doen. En ook uiteraard voor die kern waar de behoefte op dit moment ook het grootste is. Dus een interruptie van de heer Wessels. Ja, dan wil ik toch even naar de analyse gaan. In de analyse staat dat juist behoefte is aan grondgebonden woningen. En u nu om plekken op van waar appartementen komen, daar is juist geen behoefte. Het gaat juist ons om de behoefte van grondgebonden woningen. In Friezenveen is er geen ruimte, er is veel vraag naar. Wethouder? De groepen is juist een voorbeeld van 20 rijtjes woningen in mijn hoofd, plus minus. Maar ook dat plan wordt net zo goed als alle harde en zachte plannen apart beoordeeld. Dus het is niet zo van, en ook het plan wat bij de voormalige postkantoor zeg maar op dit moment op ons bureau ligt, is niet meer het oorspronkelijke plan met alleen maar appartementen. Dus je ziet dan inderdaad dat het grondgebonden verhaal, dat door de markt nu ook al opgepakt wordt. Dus. Maar goed, u krijgt gewoon het overzicht van, per kern van alle plannen, maar dan gaan we eerst het afwegingskader toepassen. En dan ziet u vanzelf van hoe de plannen dan ten opzichte van elkaar verschuiven. En, maar ook welke type woningen daar dan kunnen gaan landen. Dus dat kan ik u toezeggen. Meneer Wessels? Ja, toezeggen, maar dan is natuurlijk meteen de vraag van wanneer kunnen we die ontvangen? Want toezegging... Kijk, een niet beoordeelde lijst heeft u nu zoveel aan. Ik denk dat we hem nu gaan koppelen aan de afwegingskader. Nou, en dan denk ik dat we... Nou, even kijken, we hadden gezegd rond half februari in het college. Nou ja, eind februari in het college. Dan op dat moment voor 1 maart. En als we het afwegingskader nog niet helemaal tot in de finesse, dus kunnen we dan sowieso die lijst van al die... Dus dat is geen probleem. Dat zeg ik u toe. Dank u wel, wethouder, voor u, in ieder geval voor uw beantwoording en uw toezegging. Ik kijk even rond of er... Ik kijk even naar de D66-fractie. U refereerde naar de mogelijkheid van... u denkt na over een motie in te dienen. Is dat een reden om het naar de bespreekagenda te doen, of zegt u... Ja, wellicht dat die motie ook gewoon vreemd kan, want hij hoeft niet specifiek hier aangehangen te worden. Dat is in mijn beleving. Dat is dan in ieder geval geen reden. Ik kijk even rond of dan dit onderwerp gewoon naar de akkoordagenda kan. Dan bij deze besloten. Wethouder, bedankt voor uw stuk en de waardering dat dit in ieder geval wel naar de bespreking kan gaan. Ik ga door naar het laatste onderwerp van vanavond. Kaderplan Speelruimte. Daar hebben zich de GBT-fractie, CDA-fractie, SGP-fractie en D66-fractie voor aangemeld. Ik begin bij de GBT-fractie en ik neem aan, meneer Paters, dat u dat ook weer zelf doet. Ik wil nog wel even opmerken dat er, de heer Stevens, die niet in de gelegenheid was om in te spreken, wel een brief heeft gestuurd, maar daar hebt u allemaal kennis van kunnen nemen. Voorzitter, dank u wel. Goed dat dit kaderplan er is en voor mijzelf goed om te lezen waar we overal speelruimte, speelplekken en dergelijke hebben. Het bekroopt mij dat je daarbij heel veel plekken, een aantal ken je in je eigen directe omgeving, maar een aantal ken je ook niet. En ik dacht van god, misschien is het wel een idee om de plekken die er nu zijn, om die bijvoorbeeld de lijst die als bijlage bijgevoegd is, om die op de site of waar dan ook, of via social media gewoon ook kenbaar te maken. Ik denk dat dat voor heel veel gezinnen met kinderen wellicht een eye-opener is, dat er iets veel dichter in de buurt is dan ze zelf gedacht hebben. Wij zijn blij met de uitwerking van de motie die wij ingediend hebben. Helder rapport, goed leesbaar, evenals het vorige. Het wordt nog wel eens wat, zou je bijna zeggen. Ja. Nou ja, u ziet ook heel vaak andere rapporten voorbij komen dat je denkt van wat staat hier nou? Dus dit ziet er heel goed uit en een compliment daarvoor. Ik denk dat de grootste uitdaging die er is voor, niet alleen voor ons, maar voor college, is om vooral duidelijk te maken welke mogelijkheden er inmiddels zijn qua cofinanciering en dergelijke. Daar moeten we echt flink mee de boer op, daar moeten we echt flink aan de weg timmeren om dat duidelijk te maken. Ik sprak laatst iemand die zei van ja, maar dan moet ik een speeltuinvereniging oprichten en dat is allemaal veel te moeilijk en ik weet niet hoe dat moet. Nou, als je heel concreet kan maken dat daar bijvoorbeeld ook hulp geboden kan worden, dan denk ik dat we met z'n allen echt stappen kunnen gaan zetten om het allemaal nog beter te maken dan het nu is. Dus wij kunnen hier mee instemmen. Eén kritisch punt heb ik wel. Dat is bij alles wat ik lees in het rapport en ook voor toekomstige plekken en dergelijke, daar komt het woord minder valide, invalide eigenlijk nauwelijks voor. En ik denk dat dat een omissie is waar we nog iets aan moeten doen. Want hoe zorgen we er nou voor dat op het moment dat ergens een speeltuin is of een speelplek, dat die ook goed toegankelijk is voor iemand in een rolstoel? En hoe zorgen we ervoor dat op het moment dat het regent, en dat doet het in dit land nogal vaak, dat iemand niet tot de as wegzakt in de motor en nergens meer naartoe kan? En dus dan denk ik aan niet van rubbertegels of wat dan ook. Hè. Maar dat zijn details, maar het gaat wel om het principe, ik mis dat in het plan. En ik denk dat we daar nog even goed kritisch naar moeten kijken. Dat het eigenlijk standaard een onderdeel is bij nieuwe plekken of bij plekken die we op- of afwaarderen, dat we daar nog eens goed naar kijken. Voor de rest complimenten voor wat er ligt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paaters. Ik ga door naar de CDA-fractie. De heer Kerkdijk. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wat ons betreft complimenten voor de uitwerking. Ja, net zoals de heer Paters, soms kijk je rond in je buurt. Het was eind 70 jaren dat ik in Nieuwoord kwam wonen in Vroomshoop. En inderdaad, 5 schitterend gelegen speelplaatsen. Ik moet wel zeggen dat in de periode daarna, als je door de wijk liep, toch wel heel snel de verloedering toetrad. Dat heeft ook te maken met ja, hoe kun je zicht houden op die speelplaats, hoe kun je als omwonende zicht houden op de speelplaats. Ik moet zeggen, soms dacht ik het is een poepplaats, maar deze wethouder heeft met zijn zuigwagen daar wel oplossingen voor gevonden, dus wat dat betreft prima. Het is ook soms wel een hangjongerenplaats en dan denk ik, nou, dat zou ook wel door de transparantie van die plaatsen wat te verbeteren, dat komt ook in dit rapport voor, ja, zou dat verbeterd kunnen worden. Maar ik moet zeggen, ja, het plan zelf is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Genoeg inwoners hebben eraan meegewerkt. En tijdens de inspraakavonden hebben ook de dorpsraden aangegeven wat ze belangrijk vinden, maar ook wat de barrières in een dorp zijn. Er is samen nagedacht over de speelruimte in ieders dorp en dat is echt prima. En volop ruimte voor initiatieven en spontane ideeën. In grote lijnen dus tevreden, niet alleen tevreden, maar complimenten voor het kaderplan. Als we kijken naar de financiële invulling, dan roept het toch nog wel wat vragen op. Ik moet zeggen, de motie hebben wij destijds niet mede ingediend. Als je erop terugkijkt, was het eigenlijk toch wel een sympathieke motie, moet ik zeggen. Maar de motie roept op om een vervangingsbudget van €60.000 beschikbaar te stellen. En een evaluatie in 2019. Maar als ik dan dus de financiën kijk in het raadsvoorstel, overigens begrijp ik dat ik waarschijnlijk nu een technische vraag stel. Dat mag niet, maar mijn excuus is dat ik gisteren de bijdrage van een collega kreeg om nu in te brengen. Dus soms gaat het dan zo. Maar in het voorstel wordt genoemd dat er voor vervanging jaarlijks €76.000 is. Ook nog €10.000 voor het verwijderen van discussieplekken jaarlijks. Dan is er voor initiatieven van inwoners €60.000 beschikbaar in 2018 en €40.000 in 2019, eenmalig. En in de beheersbegroting staat €110.000 voor onderhoud en beheer. En dan beginnen mij de bedragen voor de ogen te duizelen. En dan denk ik, ja, het ging om €60.000, maar het gaat echt ook om meer en hogere bedragen. Overigens vind ik dat ook terecht, want vaak zijn het ook speelplaatsen die met behulp van de bijdrage die de inwoners zelf geleverd hebben in de grondprijs tot stand zijn gebracht. Dus daar gaat het niet om. Maar misschien kunnen we daar nog een toelichting op krijgen. En ik kan me voorstellen dat het nu zo 1, 2, 3 niet kan. Maar we hebben nog even tijd tot de raadsvergadering. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Kerkdijk. Dan ga ik door naar de volgende fractie, de SGP-fractie, de heer Bossers. Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie ook, kan ook instemmen met het kaderplan, tevreden. Als we zien hoe die kaderplan uitgevoerd wordt, naar aanleiding van een motie door de oppositie, dan is het toch wel eens goed om te zien dat de oppositie nog een goede invloed kan hebben op het hele gebeuren. Daar zijn wij blij mee. Dus het is ook wel eens lastig, maar goed, daar leer je wel mee omgaan. Maar in elk geval, naar aanleiding van die motie is, is dit kaderplan opgesteld. Daar is een analyse gedaan per kern, dat wij waarderen. Consultatie van de dorpsraden. Ja, dan blijkt dat er wat op tafel gelegd wordt, waar iedereen mee in kan stemmen en wat weinig aanleiding geeft tot discussie. Dat mogen we best wel een keer noemen als raad, want we hebben ook als andere punten en momenten gehad en wij als SGP-fractie zijn er blij mee. Alleen ja, we kregen nog een boze brief van een meneer die wat opmerkingen plaatst. Misschien dat daar de wethouder nog iets op kan antwoorden of dat klopt. Van dat er groene plekken, speelplekken gaan verdwijnen en dergelijke. Het is mij zo niet bekend, maar misschien kan de wethouder daar nog wat over zeggen. Dit was onze inbreng, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bossers. Ik weet niet of het verstandig is om, u roept een meneer heeft iets ingeleverd dat de wethouder daar op kan reageren. Maar dat laat ik graag aan meneer Engels zelf over. Maar. Okay. De laatste inspreker is de heer Van de Kozijnen van de D66-fractie. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben die motie ook mede ingediend. Wij behoren ook tot die oppositie. Dank u wel, meneer Bossers. Van mij Gerrit ook, hè? Ja. Ja, ik zag je handtekeningen volgens mij wel onderstaan, volgens mij. Niet? Oké. Maar ja, wij vonden hem in ieder geval sympathiek. En beter ten halve keer dan het hele gedwaal. Meneer Kerkdijk, akkoord. Mooi dat hij hem ook sympathiek vindt. Ja, wij vinden gewoon heel belangrijk dat de motie buitenspelen dat die uitgevoerd wordt. Dat vooral naar de speeltoestellen overal gekeken wordt. Ook naar de demografische samenstelling per wijk. Want dat je in Bruine Haar maar één kind hebt en dat je daar dan een heel speeltuin voor optuigt. Dat is misschien wel heel ver gezocht. En, een interruptie van de heer Bossers. Vindt u dat, gekeken wordt naar het aantal kinderen per kern, ik had hem willen noemen, die kleine kernen zijn juist genoemd en nu vlak u het even weg. Dat vind ik toch jammer. Geerdijk wordt genoemd en de Pollenbruine Haar wordt genoemd. En nu schuiven u ze even onder tafel. Dat vind ik niet terecht. Bent u dat met me eens? Ja, u noemt zo, als er nou één kind is, dan kunnen we geen speelplek voor optuigen. En dan noemt u Bruine Haar, een kleine kern, en die hoort er toch ook bij. Of vindt u van niet? Meneer Van der Kozijnen. Nou, om eventjes terug te vallen in een oude leus van collega oppositiepartij GPT, elke kern telt. En in dit geval Bruine Haar ook, maar ik zeg niet dat de speeltoestellen weg moeten, maar ik zeg dus van om niet een heel speeltuin op te richten voor een demografische samenstelling waar een kind van één bijvoorbeeld, er zullen vast kinderen bij komen waarschijnlijk. Maar je gaat naar aard en schaal van de kern ga je speeltoestellen en met de actieradius van een kind, zeg maar, van 0 tot 5, moet je dicht bij de kern zitten. In een nieuwbouwwijk waar veel aanwas is, heb je meerdere speeltoestellen en, dichter bezaaid, zeg maar, aan speeltoestellen. En ja, waar kinderen niet zoveel wat dun bezaaid is, dan heb je minder speeltoestellen. Dat klopt, maar de intentie van, volgens mij, van dit beleidstuk is ook met name co-creatie. Dus je gaat ook eigenlijk aan de Twenteranders vragen om ze mee te nemen in van kijk eens even kritisch naar je eigen kern, naar je eigen wijk, je omgeving. Is dat nog in overeenstemming met wat jullie willen? En daardoor kun je ze tegemoet treden en andersom ook, zij treden ons tegemoet of het college tegemoet, om een bijdentijdse indeling van speelvoorzieningen te krijgen. Ja, u geeft nu een gedetailleerde uitleg, maar u maakt een wat ongenuanceerde uitspraak. En beseft u, we gaan de verkiezingstijd tegemoet. Dus ik geef u een tip, wees er voorzichtig mee. Meneer Bossers, om met de woorden van een zeer gewaardeerde ex-raadslid te spreken. Meneer Van der Kozijnen gaat op zijn eigen woorden. Dank u wel, meneer Bossers. Maar ik had het al genuanceerd, want het ging dus eigenlijk van een heel speeltuin voor één kind. En dan zet je wat kleinerschalige speeltoestellen neer. Volgens mij was ik ook een beetje aan het einde van mijn termijn. Ik zeg gewoon dat het een hartstikke mooi beleidskader is. En ja, vooral doorgaan. Dank u wel, meneer Van der Kozijnen. Ik geef het woord aan de wethouder Engbers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat er een aantal opmerkingen gemaakt zijn waarop ik toch even in wil gaan. En dan in de eerste plaats natuurlijk even over de positieve kritiek in die zin van... er is juist heel goed samengewerkt met bewoners, met dorpsraden om dit tot stand te brengen. Om juist ook het algemene beeld eerst neer te zetten. Het algemene kader te vormen waarop we dus nu verder gaan. Vooral ook met buurten, met betrokkenen die wij ook gaan uitnodigen om hierop te reageren. Waarop we dus de buurt zullen ingaan en bijvoorbeeld eerst al een wijk zullen aanwijzen waar we beginnen. En zeggen om lering op te doen van hoe pak je dat nu aan. Daarin ook begeleid door onze partner die dit ook met ons gedaan heeft, OBB. Om wel daarin ook juiste handvatten te vinden en met elkaar ook tot uitvoering te laten komen. Juist de inwoners te betrekken bij verdere uitwerking van wat hier nu ligt aan dit kader. Dus de positieve geluiden die zal ik zeker doorbrengen, ook naar de ambtelijke hoek die hieraan gewerkt heeft. Ik vond het mooi geformuleerd voor de GBD, dat zij even een kritiekpuntje, en die nemen we ons ter harte. Minder validen worden niet genoemd, klopt. Staan niet echt in een stuk beschreven, maar wel de toegankelijkheid de veiligheid, dat we die echt nu ook in het oog moeten hebben, integraal met alle andere zaken. Dus de begaanbaarheid voor rolstoelgebruikers enzovoort, dat je die wel meeneemt. Is er de vraag, wordt die opgeroepen? Zijn er wel mogelijkheden voor, ook voor hen en dan vooral ook de kleineren die daar behoefte aan hebben? Dus die zullen we meenemen. Complimenten, ook vanuit de CDA-fractie, maar even de vraag van hoe gaat het zich nu ontwikkelen en hangjongeren? We hebben wel gezegd, elke wijk moet eens nu goed gaan kijken van wat is nu een centrale plek, maar ook van hangjongeren, ja, wat is de definitie eigenlijk van? De jongeren hebben wel een plek nodig waar ze samen kunnen komen, waar ze sociale contacten kunnen opdoen. Wel op een veilige manier, dat wil zeggen van, ja, daar moet wel een of ander zijn, maar je moet wel een stukje tolerantie ook hebben met elkaar en zeggen van, er is een plek waarin jongeren bij elkaar zitten en daar ook met elkaar praten enzovoort. En de overlast, die zullen ze moeten voorkomen. Daar ook de gesprekken vooraan moeten gaan, ook met de buurt van hoe ga je dat aanpakken, hoe ga je dat signaleren, hoe ga je ermee om. Er is een interruptie van de heer Veuring. U haalt er zelf ook aan de overlast. Vroeger waren de speelplekken vaak verborgen. Achter coniveren, achter zo recht. De laatste jaren is dat gelukkig veranderd, open plekken. Maar ik hoop dat u dat ook blijft handhaven, dat er inzicht is in de plekken. Dat komt ook heel naar voren toe in de analyse al, dat er gezegd wordt van die plekken die dus nu allemaal achter de tuinen liggen en daarmee achter de schuttingen en de coniveren. Dus die daar helemaal ingekapseld zitten in woningbouw en in achtertuinen. Dus ja, dat zijn eigenlijk de verkeerde plekken. Het zicht moet er zijn, vooral door de plekken daar waar de kleintjes spelen. Dat je zegt van, die moeten openbaar zijn, goed transparant, doorzicht. Dat je daar de aandacht juist voor hebt. En dat is ook het mooie, dat je nu met de buurt daar ook samen voor gaat. En zegt van nou, waar gaan we nu ontwikkelen? Waar is de behoefte? Breng ze daar ook vooral in beeld. Nou, dan kom ik ook op de boze brief, oftewel de brief die dus ingediend is als zienswijze, die er anders neergelegd zou zijn. Eigenlijk is dat een heel mooi voorbeeld van hoe we nu zouden willen werken. Dat wil zeggen, één persoon moet dus nu niet bij ons aankloppen. Nee, die moet eerst even de buurt opzoeken en zeggen van als buurt willen wij nu mee gaan doen. Wij willen als buurt een inbreng over een bepaalde speelplek die nu bijvoorbeeld een discussieplek geworden is. Dat is dus het algemene beeld, maar ook daar kan dus over gesproken worden, en doe dat ook alsjeblieft. En zeg van, wij hebben hier wel idee. Wij vinden dat hier wel iets moet gebeuren. Dus een verschuiving van is mogelijk als je het maar bespreekbaar maakt. En dus niet als één persoon en zeggen ja, ik wil. Nee, vragen van het gesprek, de opening zoeken, het samen discussiëren over wat zijn nu de belangrijke dingen. Waar gaan we voor als buurt in zijn totaliteit en als wijk? Nou, dat levert straks, denk ik, hele mooie dingen op, waarin je tegenover elkaar ook aan de voorkant al uitspreekt van waarom heb je bepaalde keuzes? Welke argumenten horen daarbij? Zijn ze valide genoeg? Die ook door de anderen geaccepteerd worden en dat je daarmee meer resultaat bereikt. Meer commitment, meer draagvlak. Dan even over de technische vraag. Wat er nu dus in de begroting staat is €10.000 en die is eigenlijk voor vervanging. En die is dus voor de 540 toestellen totaal incompetent om dat te realiseren. Wanneer we teruggaan naar 290, blijft er nog steeds die €76.000 nodig voor vervanging op zijn tijd. Dat wil zeggen jaarlijks structureel. Vanwege de hoeveelheid toestellen. En als je daar met de buurt tot een goede overeenstemming komt, dan is dus daar misschien nog iets in te behalen. Wanneer er dus meer speelattributen enzovoort gewenst zouden zijn, in plaats van, maar dat horen we in het vervolg. De €60.000 co-financiering wordt dus ingezet, maar we verwachten dus dat daar voor 2019 niet genoeg is, dat die dan eigenlijk zo'n beetje op zal zijn. En we hebben ook die co-financiering dus afgesproken om dus in 2019 nog een vervolg te geven om de discussieplekken, om alle plaatsen nu ook op een goede wijze te kunnen invullen. En om daar de mensen de mogelijkheid te bieden om stichtingen te vormen, om informatie op te halen, om cofinanciering ook werkelijk aan te vragen. Dus er is €40.000 nodig, 2019. En de beheersbegroting De 110.000 euro zijn dus bedragen die nu ook in de begroting zitten, maar die zijn puur voor het gewone, normale, reguliere onderhoud. En die worden al jaarlijks op die wijze uitgegeven en daar is dus net genoeg om dat te realiseren, om dat te blijven doen op de huidige wijze. Voorzitter, volgens mij heb ik de vragen beantwoord. Maar ook, ik ben blij met de positieve reactie, de positieve insteek van de diverse fracties. Dank u wel. U ziet de heer Kerkwijk al naar het interruptietelefoon lopen, dus ik denk dat hij nog een vraag heeft die niet beantwoord is. Aan de heer Kerkwijk. Dank u, voorzitter. Nou, wel beantwoord, maar ik wou eigenlijk een vraag stellen die ook in de tweede termijn kan, maar u staat hier nog. Ja, de conclusie is dus eigenlijk dat die 60.000 euro die via de motie wordt gevraagd, dat u die ruim beschikbaar stelt. Mag ik het zo noemen? Benalder. Dat is ook een bedrag wat staat voor 2017 en 2018, die 60.000. En dat je voor 2019 nog extra 40.000 nodig zou hebben om die cofinanciering vorm te geven. Maar dat betekent dus ook dat je... eind 2018 staat ook in een stuk dat we dus een evaluatie gaan doen. Waar staan we? Wat is er nu gebeurd? Hoe wordt nu gekeken naar de discussieplekken? Naar de invulling van het hele kader? Zijn daar voldoende mogelijkheden? En dat dan opnieuw een afweging komt van, nou, heb je nu meer nodig, ja of nee? Maar dan gaan we eerst terug naar u om daar te kijken van, wat is nu de stand van zaken? Dank u wel, wethouder. Ik kijk even rond of de behoefte is aan de tweede termijn. Ik denk dat wij dit gewoon naar de akkoordagenda kunnen doen. Ja. Wij hadden gefeliciteerd met dit resultaat. En ik dank Anita, en met name de beide dames links en rechts van mij, voor de ondersteuning. En ik wens u allemaal wel thuis.